In steeds meer steden en dorpen in Brabant wemelt het van de vlinders, vogels en vleermuizen. Niet alleen omdat de bewoners mooie groene tuinen hebben, maar ook omdat de wijk en de huizen waarin zij wonen natuurinclusief zijn gebouwd. Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat er een serie aan maatregelen is toegepast die samen de voorwaarden scheppen voor meer natuur in de bebouwde omgeving. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten meerdere partijen samenwerken. Ik ben Elf Rosmalen, ik werk in de gemeente Eindhoven als beleidsadviseur Groen en Ecologie. En we zijn hier dus in Eindhoven in Strijp, een gebied volop in de ontwikkeling. Eindhoven wil een leefbare stad zijn en we willen ook een gezonde stad zijn. Natuurinclusief bouwen kan daar een hele belangrijke rol in vervullen. En we willen dan ook als gemeente Eindhoven dat stimuleren bij projecten. Ik ben Victor Rutel Helmrich, ik ben architect. Natuurinclusieve bouwen, dat leert ons eigenlijk dat we als architecten op een andere manier moeten gaan kijken naar het ontwerp. Waar het goed is voor vogels, insecten en vlinders, is het ook goed voor mensen. Dat is de les die we geleerd hebben. We moeten zorgen dat mensen meer beleving krijgen van natuur. Dat geeft ze een goed gevoel, dat is goed voor het welzijn, maar ook goed voor de natuur zelf. Mijn naam is Hendrik van den Berg, ik werk bij HEVO. Natuurinclusief bouwen, dat geeft gewoon echt een meerwaarde in je woning. En wij zouden het heel fijn vinden als andere ontwikkelaars, bestuurders, gemeentes en dergelijke ons initiatief gaan overnemen wat we via de Zoogdiervereniging en Vogelbescherming hebben opgepakt. Het is heel eenvoudig te doen en we hebben gezien met de monitoring die we regelmatig terugkrijgen dat het ook echt heel goed werkt. Er wordt echt heel veel gebruik van gemaakt. Ik ben Hugo de Vries. Men is de bedrijfsvoering en vastgoedrealisatie voor een woningcorporatie genaamd Bergopwaarts. Wij huisvesten mensen, maar ik vind ook, we huisvesten ook dieren, vogels, insecten. In mijn eigen huis, daar heb ik het ook gewoon toegepast. Hè. Van vleermuizenkasten tot echt een groen dak. Maar we hebben ook eetbare planten toegevoegd. En die heerlijk zijn voor de vogels en vooral heel veel insecten. Het geeft ook gewoon sfeer en het geeft gewoon toegevoegde waarde in jouw omgeving. Ja, dat moet je gewoon doen als woningcorporatie en moet je daar ook gewoon in willen en kunnen investeren. Ik ben Femke Jochems, ik werk als beleidsmedewerker Stadsvogels en Natuurinclusief Bouwen bij Vogelbescherming Nederland. Vogels zijn net als mensen op zoek naar voedsel, een plekje om zich voor te planten en wat bescherming in de buurt. Hier in deze buurt zien we een aantal mooie voorbeelden. Een plekje om voor te planten hebben de vogels gekregen in nestkastjes die zijn ingebouwd in de gevels. Voedsel kunnen ze zoeken in het diverse en inheemse groen wat je hier ziet. En dankzij de boomstructuren die behouden zijn, hebben ze altijd een veilig plekje om naar weg te vliegen. Nou, je zult misschien niet overal alles kunnen doen, maar overal kan wel iets. En hier in Vredeoord zien we een aantal mooie voorbeelden van maatregelen die je kunt nemen om natuurinclusief te bouwen. Ik ben Erik Korsten, ik ben een vleermuizendeskundige en ik werk bij de Zoogdiervereniging. Omdat we tegenwoordig heel anders bouwen, gebouwen zijn veel strakker gebouwd, alles is heel goed dichtgemaakt, de muren zijn geïsoleerd, daardoor kunnen vleermuizen eigenlijk bijna geen verblijfplaatsen meer vinden. Toch hebben we die vleermuizen nodig, want vleermuizen die eten ontzettend veel insecten en zijn daardoor heel erg nuttig. En daarom is het heel belangrijk als we voor die vleermuizen speciale verblijfplaatsen aanbrengen. Kijk, hier zie je boven in de gevel een inbouwkast voor vleermuizen. Wat je ziet is daar een steen met een kleine invliegopening waar die vleermuizen naar binnen kunnen. Maar daarachter is nog een veel grotere ruimte, een spleetvormige ruimte waar die vleermuizen kunnen wonen. En niet alleen hier is zo'n kast ingebouwd, maar ook daar aan de andere kant is zo'n vleermuiskast ingebouwd. En dat maakt dat vleermuizen op allerlei plekken in deze wijk kunnen wonen en altijd een plek kunnen kiezen die voor hun ideaal is. En natuurinclusief bouwen staat nooit op zich. Het liefst wil je als je ergens gaat bouwen of iets gaat ontwikkelen dat je aansluit bij de bestaande groenstructuur. Dat zie je hier heel mooi. Er is daar een oude bomenlaan en die straat is daar een oude bomenlaan. En hier tussenin is een mooie brede groenstrook aangelegd met lage vegetatie en met inheemse boomsoorten. Eigenlijk is met alles het toverwoord variatie en niet te netjes zijn. We zijn zo netjes aan het worden en we moeten niet alles proberen te controleren, juist ook de natuur zijn gang laten gaan. Dit is nou een mooi voorbeeld van niet te
netjes onderhouden. En wat zie je komen? Smeerwortel. Vliegen toch vrij veel insecten op. Boerenwormkruid. Er groeit hier van alles. Wat ik zelf als architect vaak doe, is in het gebouw zelf, meteen bij de planning ervan, al rekening houden met ruimtes voor mussen en vleermuizen en voor gierzwaluwen. En dat betekent dat je die kasten dus gewoon op een slimme manier kunt inbouwen, een plaats kunt geven in de gevel, waardoor het dus een onderdeel wordt van je totale ontwerp. Wij zouden als architecten eigenlijk de lessen uit de ecologie moeten implementeren in onze ontwerppraktijk. Dat is eigenlijk mijn droom, want de toekomst zal toch zijn dat natuurinclusief bouwen veel normaler gaat worden. Het zou natuurlijk ongelooflijk mooi zijn, en dat is misschien wel een van mijn dromen, om natuurinclusief bouwen op alle projecten te gaan toepassen. Het is een hele lage kostenpost en je kunt er ontzettend veel mee bereiken dat je gewoon de stad weer leefbaar maakt voor de natuur. Ja, wat echt mijn droom is voor de toekomst, is dat alle initiatieven die een gemeente, corporatie, commerciële projectontwikkelaar start, dat daar gewoon ook echt aandacht is voor natuurinclusief ontwerp. Dat we gewoon een doel hebben dat we gewoon 80% van Nederland vergroenen in plaats van nu alleen maar verstenen. Mijn droom is eigenlijk dat er geen harde grens meer is tussen waar mensen wonen en waar de natuur is. Maar dat het mooi in elkaar overloopt. En dat je zowel als mens als als dier vanuit je woonplek heel makkelijk via het groen naar het buitengebied kunt. En daar kunt recreëren en genieten van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft. Ja, goedemiddag, dames en heren. Ik zeg goedemiddag, dames en heren. We proberen het, we horen het niet al te netjes, hè, dus we proberen het enigszins interactief te houden hier vandaag. Bij deze laatste bijeenkomst eigenlijk in Brabant over natuurinclusief bouwen. Want de afgelopen jaren is er van alles gebeurd in de vijf grote Brabantse gemeenten op het gebied van natuurinclusief bouwen, natuurinclusief inrichten. Dat is gebeurd in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en met de Zoogdiervereniging. Er is heel veel gebeurd, we horen het in het filmpje al, er wordt heel veel gedroomd. Er wordt de sfeer werd genoemd, is belangrijk. De beleving, het gevoel. Maar dat klinkt allemaal redelijk abstract. Maar er zijn ook heel veel concrete dingen gebeurd. En daar willen we het vandaag over hebben. Dus niet alleen maar over dromen, maar ook over de daden en de praktische bezwaren, om het maar even een beetje poëtisch te houden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Voordat we gaan beginnen, even een welkom ook aan de mensen. Ik heb geen idee waar ik precies moet kijken, maar er is een livestream. Dus iedereen die thuis zit en ik krijg af en toe door hoeveel mensen dat zijn. We beginnen met 5.500, 6.000 geloof ik. Hè? Zijn er inmiddels zo ongeveer. Dus welkom allemaal. En ik hoop dat het allemaal goed te volgen is. Voordat ik verder ga, even een korte inventarisatie, dat we een beetje weten wat voor vlees er in de kuip zit hier vandaag. Wie van jullie is er van een natuurorganisatie? Het is mooi, oké. Dat is iets van 17,8%. Victor? Ja, dat vind ik wel leuk. Want ik wil vragen, zitten er ook architecten in de zaal? Ja, steekt Victor Retel-Helmrich steekt twee keer zijn hand op, dus dat is al mooi. Er zit nu al overlap in, dat is wel mooi om te zien natuurlijk, hè? Dat het niet alleen maar of het een of het ander is. Wie van jullie is er van een bouwbedrijf?
Wat betreft, je zit een beetje in het midden. Is dat bewust of is dat... Ja, dus is dat een veilige plek? Weet je dat omdat dat... Je zit overal tussenin. Dat is een beetje... Dat probeer je hier ook een beetje te symboliseren. Ja, ja. Dat is heel goed. Zijn er mensen van gemeente, provincie, overheden? Oh, dat is mooi. Die zitten wat meer verspreid. Dat is... Er zit een soort beleid achter. Wat zeg je? Ook overal tussenin. Ja, er zit precies naast. Dat is heel goed. Zijn er mensen die eigenlijk alleen maar kwamen om een boek te lenen en die toevallig per ongeluk denken van nou, de koffie is gratis, dus ik schuif aan. Wie? Eerlijk zeggen? Niemand die dat durft te zeggen? Oké. Nou, we gaan het over heel veel dingen hebben die met natuurinclusief bouwen te maken hebben. Want er zijn heel veel mooie ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren. Daar gaan we het over hebben. Wat is er bereikt? Wat staat er nog op stapel? Wat valt er nog te dromen? Hoe kunnen we dat concretiseren? En hoe verhoudt zich dat alles ten aanzien van met landelijke actuele ontwikkelingen? Daar gaan we het over hebben. We hebben sprekers, er is een presentatie, er is een tentoonstelling en daar wil ik het eigenlijk meteen even over hebben. Jantien, kom even. Jantien, applaus voor Jantien Bosman. Ja. Dankjewel. Welkom. Want er is een tentoonstelling van de Lokhal. Je weet alles. Misschien even over de Lokhal zelf. Want ja. Dus ik denk dat er mensen zijn die misschien niet eerder in dit prachtige gebouw zijn geweest. Kun je even kort vertellen, waar zijn wij in vredesnaam? Ja, jullie zijn in de Lokhal. En de Lokhal, dat is eigenlijk de huiskamer van de stad. En in die huiskamer van de stad vind je onder andere een bibliotheek. Als je goed kijkt, zul je ook boeken vinden. Die zijn er. We zitten hier samen met een paar organisaties. Onder andere Kunstlok en ook Kast. En de Lokhal is een plek die veel meer is dan een bibliotheek, want het is echt een plek waar je elkaar kunt ontmoeten in de huiskamer van de stad. Dus wat we hier proberen te realiseren, is dat als je hier binnenkomt, dat er dingen gebeuren. Dat je bijvoorbeeld een bijeenkomst tegenkomt over natuurinclusief bouwen en dat je daar een nieuw idee hoort waar je dan over na kunt gaan denken. Dat je iemand ontmoet die je normaal gesproken niet tegen was gekomen, dat die vanuit een heel andere achtergrond komt en dat je daarmee in gesprek gaat. Dus we proberen nieuwe ontmoetingen en nieuwe ideeën bij mensen te brengen. Oké, okay, dus nu al een paar jaar is dat open, dat loopt allemaal, ja. dat gaat goed. Een van de dingen, want je noemde een aantal organisaties die hierin zitten, je noemde de Kast, ik weet niet of iedereen, we hebben het Centrum. Ja, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw. Hierin, ja. Dat zit ook hierin. Er is onlangs een tentoonstelling, ja. Stad. Is natuur, stadsnatuur, ja. wat houdt nou, dit? Nou, de tentoonstelling is georganiseerd door Kunstlok. En Kunstlok, wat ze eigenlijk proberen te doen met de tentoonstelling, is laten zien hoe de kracht van verbeelding kan bijdragen aan het ontwikkelen van stadsnatuur. En het mooie is dat die tentoonstelling niet op zich staat. Het is namelijk onderdeel van een heel groot project wat we doen in Tilburg rondom stadsnatuur. En dat doen we samen met heel veel verschillende partijen uit de stad. Dus organisaties, maar ook groepjes, vrijwilligers, ZZP'ers die dingen doen rondom natuur. Die hebben we allemaal bij elkaar gebracht. Samen zijn we gaan kijken hoe kunnen we nou het thema stadsnatuur echt op de kaart zetten in Tilburg. Mm. En eigenlijk al heel het jaar zijn er allerlei programma's in Tilburg. Niet alleen hier, maar ook in de binnenstad zijn bijvoorbeeld programma's geweest en bijeenkomsten en markten en guerrilla gardening, rondleidingen, nou van alles. En de expositie van Kunstlok is daar onderdeel van. Maar ook in de rest van de Lokhal vind je nog veel meer. Bijvoorbeeld op het stadsbalkon. Als je helemaal naar de derde verdieping loopt, is hier rechtboven. Dus ja, hier, je ziet daar een beetje door het raam heen, zie je al iets. Dat is tijdelijk de komende maanden onze stadskas 013. En in de stadskas vind je een overzicht van allemaal lokale initiatieven die allemaal iets doen om bij te dragen aan meer natuur in de stad. Er gebeurt veel. En er zijn ook programma's, bijvoorbeeld tegenlicht meetups. Er gebeurt heel veel. Ja, maar is ook duidelijk wat er nou de komende tijd, hè? Want we gaan het niet alleen maar hebben over wat er tot nu toe, hè, voor straks, wat er tot nu toe allemaal, wat er voor de komende tijd gebeurt. Wat valt er nog te winnen, wat jou betreft, in Tilburg? Nou, wat er valt te winnen is vooral bewustzijn bij de Tilburger dat ze zelf iets kunnen betekenen voor meer natuur in de stad en alle voordelen die daarmee komen. Betere gezondheid, betere afwatering, beter klimaat. Eigenlijk kunnen we met z'n allen heel veel doen als we het maar met z'n allen doen. Ja, precies. Ja. En door dit te laten zien, maak je dat inzichtelijk en enthousiasmeer je ook weer mensen om zelf ook iets... En er zitten ook heel praktische dingen bij. Bijvoorbeeld een van de projecten die hier staat is ook het project Zaailingen. En dan kun je met een klein labeltje spontaan gegroeide zaailingen in de stad kun je status verlenen. Okay. Van gewenste zaailing. Ja. Het is iets heel praktisch wat iedereen kan doen. Dus ga vooral even kijken allemaal. Gewenste zaailing. Gewenste zaailing. Nee, heel goed. Dit is zo meteen te bezichtigen. Dat is klopt. Ja. Nu eigenlijk ook al, maar het is een beetje lullig om tijdens alle...
toespraken. Er is een stukje voor in het programma. Dus ga vooral kijken en vergeet het stadsbalkon niet ook eventjes mee te nemen. Ja. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. 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 Jantien. Ja, we hebben eigenlijk overal waar we staan, en dit is de laatste van de 5 grote gemeenten, dat er een soort openingstoespraak is. Misschien een beetje raar omdat we al 10 minuten bezig zijn, maar er is een openingstoespraak. Die openingstoespraak, ik wil graag het woord geven aan iemand van het gemeentebestuur die vinger aan de pols houdt met alles wat met natuur inclusief bouwen te maken heeft. En met duurzaamheid en klimaatadaptatie en groenontwikkeling en alles. En dat is wethouder Rick Grashof en die komt nu in beeld. Allemaal hartelijk welkom. Mijn naam is Rick Grashof. Ik ben wethouder duurzaamheid in Tilburg. De afgelopen 5 jaar hebben we met elkaar, met de B5-steden, hard gewerkt aan het realiseren van mogelijkheden voor vogels en vleermuizen in het stedelijk gebied. Een onderwerp wat heel lang buiten beeld is geweest, maar de laatste jaren veel in aandacht is. We hebben alle kansen om biodiversiteit in onze steden verder te versterken. En dit project is daarin buitengewoon succesvol geweest. En het opent ook de deuren naar een nieuwe periode. Naar nieuwe instrumenten, nieuwe projecten, zoals in Tilburg bijvoorbeeld het puntensysteem waarmee we natuurinclusief bouwen, eigenlijk voor een deel ook verplicht gaan maken. Al die projecten in al onze steden zijn van belang om te zorgen dat natuur niet alleen buiten de stad, maar ook in de stad volop aanwezig is. De wethouder... Waar hij het over heeft, dat is waar we volop aan bezig zijn. Dat is ook iets wat in de loop van deze middag allemaal aan de orde gaat komen. Dus wat is er allemaal gebeurd op het gebied van natuurinclusief bouwen? Hoe staat het daarmee? Laten we daar eens even mee beginnen. En ik denk dat het goed is om nu meteen te beginnen met een soort... je zou het bijna een soort State of the Union bijna kunnen noemen van wat is de stand van zaken nu? En wie kan dat beter doen dan iemand die vanaf het allereerste begin al betrokken is geweest bij dit project? Hij is teamhoofd bij de Stadse Beschermafdeling van Vogelbescherming Nederland. Ik geef graag het podium aan Stefan Vreugdehil. Hallo. Even apart, hoe gaan we de... Kijk, het is handig om even door te kunnen klikken. Yes, dankjewel. Ja, goedemiddag. Stefan Vreugdehil werkt bij Vogelbescherming. En het grappige is toen weer mee begonnen. Toen werkte ik nog bij de zoogdiervereniging. Dus dat is een lange geschiedenis meegemaakt. Ik ben even tussenuit geweest, maar ben weer terug op het nest, zeggen we dan altijd bij ons. Natuurinclusief bouwen in Brabant. Het is in 2016 begonnen. Als je eens terugkijkt, denk je, wat natuurinclusief bouwen is ook heel breed. Maar als je even 6 jaar terugdenkt, dan waren we heel blij dat we überhaupt konden praten met allerlei projectontwikkelaars en woningcorporaties over neststenen. Er stond echt nog veel meer in de kinderschoenen. Ik kon geen beter plaatje vinden dan dit. Het was echt een mooie binnenkomen bij alle organisaties van wij willen graag meer ruimte voor natuur in de stad. Hè? Vogels en vleermuizen. En wat kun je doen? Neststenen inmetselen. Of verblijfplaatsen voor vleermuizen. En weet allemaal dat het niet het enige is, maar het was een hele mooie binnenkomer en gespreksstarter. Dus wij dachten toen van ja, maar hoe gaan we hier nu echt concreet mee aan de slag? En de provincie Noord-Brabant had toen al een hele mooie subsidieregeling waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt, zodat we hier in Brabant echt aan de slag konden gaan. Als ik het heb over neststenen, hè, over verblijfplaatsen, vervolgens de vleermuizen, gaat ook wat ons betreft vooral om dingen die je inmetselt, echt inbouwt in een woning of een ander pand. Er zijn vaak van dit soort, ik kan zelfs wijzen denk ik, dit soort dingen die je inmetselt, vleermuiskasten of hier bijvoorbeeld vergierzwalen of huismussen. Maar het kunnen ook voorzieningen gewoon in de woning zelf zijn, hè? Dus in de spouw of onder de goten bij spreken. Maar in dit project hebben we toch best wel gefocust op die verblijfplaatsen, die standaard producten, omdat het juist zo makkelijk maakt om mee aan de slag te gaan. Je hebt niet heel veel voorkennis nodig. Dus daar zijn we echt letterlijk mee op pad gegaan. En wij begonnen in, ik weet niet of het te zien is hoor, het is een klein scherm. We zijn begonnen hier in Tilburg. En dat was omdat Misha hier al bezig was met zijn soort managementplan. Dus hij had al beleid ontwikkeld en een beleidsruimte gekregen om daarmee aan de slag te gaan.
En we dachten toen vanuit de zoogdiervereniging, van zou het wel tof zijn als wij... Dat soort managementplan is ook deels ook een beetje reactief. Hè? Want er gaat ergens iets gebeuren, iets gesloopt worden. Wat moet je dan doen voor die soorten? Maar hoe tof zou het zijn als je partijen meekrijgt om proactief maatregelen te gaan nemen? Dus het hoeft misschien niet per se, de soorten zaten er niet. Maar er zijn kansen, dus waarom doe je het niet gewoon? Dus dat zijn we toen in Tilburg mee begonnen. En dat ging eigenlijk heel goed, al vrij snel. En andere gemeenten hadden ook interesse. Nou, dat is natuurlijk mooi, want wij werken ook allemaal landelijk. Dus we zijn niet Vogelbescherming Tilburg. Wij willen liefst heel Nederland meekrijgen. Dus toen we rondje gingen maken langs een aantal andere steden, van daar heb je ook interesse. Toen kwam op een gegeven moment de term B5 naar voren. Waarom doen we dit niet als B5? Het was voor mij niet bekend, maar het is een samenwerking tussen de 5 grootste steden van de provincie. Dus naast Tilburg ook Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. En daarmee zijn we aan de slag gegaan om echt te zorgen dat we bij woningcorporaties, projectontwikkelaars aan tafel kwamen om over hun projecten te gaan praten. En dat ze wilden ook te helpen vergroenen. En dat was ook, werd ook enthousiast ontvangen, want we eigenlijk ook allerlei andere gemeenten wilden dingen. Of woningcorporaties van buiten die 5 steden. En wij waren ook steeds meer van, ja, het is mooi al die neststenen, maar als niks te eten valt, dan gebeurt er, dan hebben we nog niks aan. Dus we willen breder zijn. Dus hebben we nog een communicatieproject gestart, gericht op de hele provincie. En zoals we laatst hier ook wat dingen hebben gemaakt die we nu landelijk gebruiken. Maar dat is een beetje geschiedenis van wat we zijn gaan doen. En dus super tof dat we nu gewoon ook in Tilburg staan. We hadden ook in een van de andere 5 gemeenten kunnen staan, maar het is juist ook hier begonnen. Dus dat is mooi, cirkeltje weer rond. Wat ik al vertelde, hè, we gingen echt letterlijk, we gingen gewoon op pad. We stonden met de nestkasten van verschillende leveranciers. Eentje van Vivara Pro zit ook hier in de zaal. Maar we hadden ook de vleermuiskasten van Tichelaar bijvoorbeeld in onze, niet in onze achterzak, want die ding is nogal groot en zwaar. Maar we hadden het wel in de aanbieding. Want door die subsidie van de provincie konden wij dus bij die partijen binnenkomen en zeggen, kijk, wij zouden graag willen dat jullie die nestplek inmetselen. En wij hebben ze voor jou. Wij kunnen ze jou gewoon laten leveren. Komen gewoon een pallet naar jouw bouwplaats wanneer jij het wil en dan kun jij ze verwerken. Dus het was een hele mooie binnenkomer. Ondanks dat vaak natuurlijk de materialen nog geen eens echte kosten zijn, maar je moet ze vooral gaan verwerken ook. Maar het was een hele mooie binnenkomer. En moet je nogmaals terugdenken, weer 6 jaar geleden waren we echt nog een andere fase dan nu in Nederland met natuurinclusief bouwen. Dus het was voor veel partijen echt nog best wel nieuw. Uiteindelijk, de stand van zaken nu, want het project nog niet helemaal afgerond, maar wel zo goed als. Zitten ze op een kleine 1800 verblijfplaatsen die we hebben kunnen aanbrengen in verschillende projecten met al die partners. Ik weet niet of jullie getallen kunnen zien, het is niet helemaal evenredig verdeeld, zou ik maar zeggen. Bijvoorbeeld in Breda, Rombout, ja, dus binnen het project hebben we weinig gedaan. Maar misschien een van de verklaringen ook is, toen we in het begin ook in gemeente Breda een keer waren bij een bijeenkomst. En ik Rombouts collega's probeerde te overtuigen om meer mee aan mee te doen. Zij zei, ja, maar dat doen wij al, want dat moeten wij al van Rombout. Ik vergeet de zin nooit, dat moeten wij al. Dus dat Rombout van Ekelen, Stadsecoloog, wij moeten dit toch al doen. Dus wij gaan er gewoon mee verder. Maar zeker in andere steden, Eindhoven heeft gewonnen. Ellen, jullie hebben heel veel... Dit is deels ook toeval hoor. Soms zijn kleine projecten met een aantal woningen. Maar in Eindhoven, Berkelbos is echt een heel groot project met verschillende fases waar we... En hebben meegedaan met Ballas Nedam Development. Zijn er allerlei projecten, groot en klein. Dus verspreid over de provincie voor beide groepen soorten. Dus met name gierzuilen, huismus en verschillende soorten vleermuizen. Dat was toen echt de focus nog. Het project is dus, dat ronden we dit jaar af, dit najaar. Maar de monitoring, uiteindelijk willen we ook leren van leuk dat we al die plek hebben gecreëerd. Maar sinds op de goede plek werkt het, daar willen we natuurlijk nog veel meer van weten. Hebben we de goede maatregelen toegepast op de goede plek? Is er wel voldoende verbinding dat ze ook gebruikt worden? Dus er loopt nog monitoring en daar gaan we de komende jaren ook mee door. Met heel veel vrijwilligers ook die daaraan meewerken. En wij willen dat nu gewoon zelf ook kunnen samen dus verder zien te krijgen. Dat we echt ervan blijven leren wat er, in hoeverre het ook gebruikt worden, al die plekken. Maar er zijn al wat eerste resultaten. En ik ga niet in detail hoor, het wordt verder geen wetenschappelijke analyse, want daar zijn we eigenlijk nog te vroeg voor. Maar er zijn wel verschillende soorten, met name vogels, die al in de voorzieningen zijn gaan zitten. Gierzwaluw huismus, dat is mooi, daar begon het formeel volgens aanvraag ook mee.
Maar er zijn ook andere soorten, koolmees, pimpelmees, enkele kauw, holenduif, spreeuw en zwarte roodstaart die is aangetroffen. En het zijn deels nog incidentjes hoor, maar en die vleermuizen tussen haken gezet was meer een vermoeden dat er op een aantal plekken een vleermuis in heeft gezeten. Dus het is nog wat, vroeg, hè? Want we zijn wel 6 jaar geleden begonnen. Maar voordat in de eerste voorzieningen ook echt ingebouwd zijn, ben je zo weer een paar jaar verder. En sommige projecten die lopen nu nog, zijn nu nog een voorbereiding zelfs. Dus de echte effecten die merk je natuurlijk pas veel later. Maar goed, het is wel goed om te zien, bemoedigend, dat er al plekken bezet worden. Maar dat was niet het enige wat ik al zei. Hè. We zijn eerst met de eerst Tilburg, toen de 5 steden aan de slag gegaan. Maar toen wat breder in de provincie en ook veel meer op communicatie gaan inzetten en ook het belang van groen benadrukt. En we hebben allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Daar hebben we iets van 825 mensen bereikt, met name professionals. Ook een behoorlijke groep vrijwilligers die hebben meegedaan of hebben meegedacht. Ook ruim 400 man. Een soort bijproject was ook om naast de standaard woningbouw of scholen, we hebben ook een aantal scholen, maar nou ook in Eindhoven herinner ik me nog een aantal scholen waar ook voor het huismus plek hebben gekregen. Maar we hebben ook een aantal kerken bezocht, omdat juist ook kerktorens ook heel veel mogelijkheden bieden. Maar ook wel eens ingewikkeld is, want als er allerlei stadsduiven in komen te zitten of zo, dan wordt nou niet elk kerkbestuur super enthousiast van. Maar andere soorten kun je misschien wel helpen. Dus hebben we ook een partner, hadden we ook aan boord die ons daarbij kon helpen. En ja, hier in die blauwe wolk zijn heel wat organisaties, dus niet volledig. Dus stel dat je echt super ogen hebt en je mist je eigen organisatie erin staan, dat het geen enkel waarde aan legt. We laten zien dat we echt heel veel partijen hebben samengewerkt, heel veel overheden, woningcorporaties in al die steden, allerlei vrijwilligersgroepen, lokale vrijwilligersgroepen, projectontwikkelaars, architecten, van alles. En ja, nu loopt eigenlijk één deel van dit plaatje, deze loopt eigenlijk een beetje vooruit op wat ik straks wil laten zien. Maar we hebben ook een website gemaakt waarbij we hebben geprobeerd om alle informatie bij elkaar te brengen rondom het natuurinclusief bouwen. Dus wel de gebouwen als het groen. En dat is ook nogal veel. En niet voor iedereen is alle informatie even relevant. Dus we gaan straks even de homepage ervan laten zien. Maar we hebben daar toch 35.000 bezoekers gehad op die website, of views hebben we gehad. Voor ons, bij Vogelschermen, schrokken we eerst een beetje van. Als je vergelijkt met onze reguliere website, dan geloof ik op 2 miljoen of zo per jaar zitten unieke bezoekers. Dan denk je, nou, dat is nog niet zoveel. Maar als je realiseert dat het puur alleen mensen zijn die met het onderwerp bezig zijn, met name dus professionals, maar ook vrijwilligers die anderen daarin mee willen krijgen, dan vind ik het al een supermooi resultaat. Zeker als je ziet dat we die website hebben gemaakt, wel wat hebben laten zien, maar nog ineens echt heel goed gepromoot hebben. Dat willen we de komende maanden, volgend jaar meer gaan doen. Dus ik denk dat het nog heel veel potentie heeft om ook de groep mensen die mee bezig zijn en ook mee aan de slag kunnen, nog veel groter te maken. Nou, zo ziet hij eruit. Ik heb de bouwnatuurinclusief.nl. Het staat nu niet op het plaatje, want het past niet zo lekker op de slide, maar we hebben daar bewust een ingang gekozen vanuit 4 doelgroepen geredeneerd. Zodat je als projectontwikkelaar, gemeente, ambtenaar, het om op één hoop gegooid. Hoewel er natuurlijk nog een diversiteit is, maar met name de groene mensen uit gemeentes. Woningcorporaties en de architecten. Die hebben allemaal een eigen ingang net onder dat blokje wat jullie daar zien. Zodat zoveel mogelijk informatie die voor hen interessant is, daarin laten zien. Maar ook verteld door collega's. Dus een projectontwikkelaar legt het uit voor projectontwikkelaars. En gemeenteambtenaren voor gemeentes en zo. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat ook echt werkt. En de taal die men spreekt in die verschillende sectoren. En het is een best hele klus geweest, want wij hebben wel ideeën en denken hoe andere mensen weer kunnen werken. Maar wij zijn geen projectontwikkelaars. We kunnen niet van hem of haar besluiten wat een goede werkwijze is. Maar je blijft ermee verder gaan. Noor, die straks ook aan het woord komt. En Noor, zijn we ook een hele mooie handleiding aan het maken voor projectontwikkelaars. Al dat soort dingen komen allemaal op die website te staan. Daar blijven we gewoon mee bezig. Dus als je het nog niet kent, ga kijken en breng me ook alsjeblieft onder de aandacht van anderen die hiermee mee bezig zijn. Want weet je, in die 5 steden zijn we dus echt heel actief aan tafel gezeten bij allerlei overheden en bedrijven. Maar dat kun je niet blijven doen. Je kunt niet overal aan tafel zitten en overal projecten meedenken. Je wil dat iedereen eigenlijk autonoom uit zichzelf kan gaan doen. Ideeën die we daarover hebben, kom ik later nog vanmiddag op terug.
Maar hier staat al heel veel informatie die iedereen goed kan vinden en kan gebruiken. En als je nog iets mist voor een specifieke groep of over specifieke maatregelen, meld dat bij ons, want we willen hem altijd graag uitbreiden. Ik zag op gaan staan, maar ik was al bijna klaar. Vooral dank aan iedereen. Ik heb alle partners genoemd. Het klinkt wat formeel, maar er zijn ook heel wat vrijwilligers hier in de zaal. Mensen die hebben meegedaan. Het is echt super, super tof. We hebben echt heel veel mensen kunnen samenwerken. Ook heel veel van geleerd. Hoe werkt dat nou bij verschillende soorten bedrijven of bij de overheden? En wat hebben jullie nodig om hiermee aan de slag te kunnen? Het was echt een super mooi project om aan te werken. En met name natuurlijk ook provincie Noord-Brabant. Want die hebben er ook behoorlijk wat subsidiegeld in kunnen steken. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. En loop erop. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Leg maar neer hoor, als je nog... Kan je neerleggen voor de volgende? Ja. Hey, hartstikke goed. Ja, ik kan me voorstellen, zijn er mensen die vragen hebben? Ja? Als je nu vragen hebt, dan zal ik je toch enigszins moeten teleurstellen, want we gaan de vragen opsparen. Tot vlak voor de pauze, dan gaan we over alle sprekers en dan gaan we even kijken wat we gaan... En we zien je straks na de pauze niet. Straks nog een keer. Oké, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ja, Stefan Vreugdenhil was dat. En nogmaals, straks dan krijgen jullie de gelegenheid om... verzamel die vragen even, want dan doen we dat zometeen allemaal even tegelijk. Ik ben nog één huishoudelijke mededeling even vergeten. Dat is, jullie zien hier af en toe een fotograaf langslopen. Die maakt hier een soort foto. Ja, daar zit... Dat is mooi, want ik moest die even zoeken. Dat zijn de beste fotografen, die er gewoon zo onzichtbaar mogelijk... En dat je na afloop denkt van, waar was die dan? Nou, daar zit... Ja, daar zit ze dan. Als er mensen zijn, dat toch wel handig om even te melden... die per se niet op de foto willen, dat kan, hè. Dan moet je dat even bij de organisatie aangeven. En dan houden we er rekening mee dat je, als je dat niet wil... ook niet in allerlei publicaties op foto's komt te staan. Dus geef dat even aan de... organisatie. Goed. We hebben zojuist heel veel gehoord over de initiatieven, de eerste resultaten over alle samenwerkingspartners en wat er is gaan gisten eigenlijk al die tijd. Rond natuur inclusief bouwen en inrichten. Maar hoe zit het dan met de ruimte om de bebouwing heen, dus om het huis, om die scholen, om die kerken die net genoemd zijn. Wat voor wereld is daar te winnen? Nou, daar onder andere, daarover gaat de volgende spreekster het hebben. Stefan heeft er al even genoemd. We hebben een enorme bouwopdracht natuurlijk in Nederland. En toch willen we rekening houden met klimaat, met duurzaamheid, met biodiversiteit. Dus ja, wij zijn heel benieuwd naar het verhaal daarvoor. Van projectontwikkelaar Synchroon is hier Noor Agina. Dankjewel. Ga even terug. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Noor Agina. Ik sta hier namens Synchroon, projectontwikkelaar in de woningbouw voornamelijk. Heel kort over wie wij zijn, voor wie ons niet kent. Wij zijn een team van ongeveer 50 man. We zitten in Utrecht en hier staan we toevallig met een boswachter. In de natuur krijgen we een verhaal over de natuur. En onze missie, onze visie is dat we gedreven worden door het maken van mooie gebouwen. Niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur en de maatschappij. En daar samen een verschil in willen maken. Projecten waar we ons op richten, even om aan jullie een beeld te geven. Wij zitten veel in stationsgebieden, herstructureringswijken, transformatiegebieden, maar ook stadsranden en dorpsuitbreidingen. En vandaag ga ik jullie even meenemen in hoe wij te werk gaan als wij met een project starten en natuurinclusiviteit meenemen in die projecten. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk heel veranderd. Het is veel meer een onderwerp geworden dan het eerder was. En waarom natuurinclusief ontwikkelen? Niet alleen een leefklimaat creëren voor de mens, maar ook voor de dier in de gebouwde omgeving. Een aantal jaar geleden was ik al met de vogelbescherming in contact over een project in Alphen aan de Rijn. Waar we al nestkasten in gevels hebben toegepast op de gevels, op de geveloriëntatie die daarvoor geschikt was.
Ook naar de raamposities gekeken en dergelijke. Maar eigenlijk waren we in die fase nog niet bezig met hoe sluit de natuur nou aan die nestkasten. En welk type nestkasten hangen we op. Dat was eigenlijk nog heel erg hoog over. En ja, wat je nu dus ziet, het was een goede bedoeling. Maar de vraag is nog, het is nu gerealiseerd. Deze woningen worden sinds vorige week opgeleverd. Maar of er nou ook echt die vogel gaat zitten die we gehoopt hebben, dat moeten we gaan zien. Dus tegenwoordig pakken we het anders aan. En daarom neem ik jullie even mee in een ander project. De Svanlaat Driehoek, een project waar we echt nog in de fase van de planvorming zitten. Een plan in 7 huizen, 212 woningen. Waar we samenwerken met Eco Urban Design aan het landschapsontwerp, het stedenbouwkundig plan. En waar studio architectuur maken uit Rotterdam meewerkt aan de ontwikkeling van de woningen. En nou, toen we startten bij het project hebben we eigenlijk meteen een ecoloog betrokken bij het plan. Om vanaf het begin eigenlijk te zien van welke diersoorten zitten er nou in die omgeving. En voor welke diersoorten moeten we nou ook echt een plek creëren. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om die verblijfplek, dus die nestkast die we uiteindelijk in een gebouw kunnen creëren, maar ook om het voedsel dat aanwezig moet zijn, de verbinding die je moet creëren, de veilige plekken die je voor dieren moet creëren. En die variatie die je dus in de verschillende groensoorten die je toepast ook echt toe moet gaan passen. Twee websites genoemd waarin je zelf al op zoek kan gaan naar welke diersoorten in de buurt aanwezig zijn. Vervolgens zijn we met de architect gaan kijken, eigenlijk in samenwerking met de stedenbouwkundig architect en de architect van de woningen, van hoe kunnen we nou een plan creëren waarin en de diersoorten echt een verblijfplek krijgen, maar waarbij je ook die verbinding creëert en de goede groene variatie toepast. Nou, je ziet hier op het linkerplaatje, het is niet zo goed te zien, maar allerlei verschillende icoontjes met verschillende soorten vogels. Op bergingen, er zijn groene daken gecreëerd, dus voor welke diersoorten gaan we daar ontwikkelen? Nou, ook het landschap daartussen, hoe richt je dat groen in, zodat iedere vogelsoort en diersoort in de omgeving ook voldoende voedsel vindt? We zitten nog in een fase van het voorlopig ontwerp, dus het staat er nog niet en het is nog niet uitontwikkeld. Maar om jullie een beetje een beeld te geven bij waar we nu staan. Groen is een hele belangrijke drager van het project. De daken worden ook voor zover het kan groen ingericht en nestkasten en vleermuiskasten en dergelijke worden ook allemaal meegenomen in het plan. En wat je eigenlijk nu ziet, hoe we voorheen zeg maar pas gingen nadenken over nestkasten op het moment dat we de woningen echt aan het uitwerken waren met een aannemer en met de architect, kijken we nu echt vanaf het stedenbouwkundig plan naar hoe gaan we van een heel groot plan een verdere invulling geven. We kijken eerst naar wat voor bodem is het, is er water in de buurt, wat voor dieren zijn er in de omgeving aanwezig en uiteindelijk, op het moment dat we echt die woningen aan het ontwikkelen zijn, gaan we kijken welke nestkasten op welke plek dan precies een plek krijgen. Maar we nemen dat vanaf het begin eigenlijk wel mee. Ik liet net al twee websites zien met de soorten die je in de buurt zou kunnen tegenkomen. Daar zijn websites van, maar vaak betrekken we ook een ecoloog bij een plan om juist in die fase ook echt gewoon in de omgeving te gaan kijken van wat is er nou echt aanwezig en hoe kunnen we daar een bijdrage in leveren. Dus niet alleen verblijfplekken creëren, maar ook voedsel, variatie, veiligheid. Dus je moet veel breder denken dan alleen die verblijfplek. En ik noemde hem net ook al het ontwerpen in verschillende gradiënten van inheemse beplanting. Dus nat, droog en hoog en lage beplanting. Ook een plaatje wat we vaker zien en gebruiken. Zorg voor die natuurlijke overgang. Dus werd net ook al in het filmpje, zag ik, door de vogelbescherming genoemd. Van zorg dat de verbinding van groen in je plan wordt meegenomen.
Nou, om ontwikkelaars, maar ook architecten en eigenlijk veel meer mensen te inspireren en het natuur inclusief ontwikkelen een stuk makkelijker te maken, hebben wij een aantal maanden geleden een samenwerking met de vogelbescherming getekend. Toen zijn we in gesprek gegaan met de vogelbescherming van hoe kunnen we nou zorgen dat, ja, dat natuur inclusief ontwikkelen veel meer vanaf het begin van je project in een plan gaat zitten. Toen hebben we op een gegeven moment Nest aangehaakt. Ingrid zit hierboven ook, zie ik. En we zijn inmiddels bezig in een ver stadium van een gids waarin we eigenlijk per fase meenemen aan welke zaken je moet denken om je plan natuur inclusief te maken en echt die plek voor dieren en flora en fauna te realiseren op een manier dat het ook echt impact heeft. We richten erop dat die gids ergens medio eind november gereed is. Dus er wordt hard aan gewerkt. En die wordt ook echt beschikbaar gesteld voor iedereen. Dus dat is hopelijk iets wat iedereen gaat helpen om het wat makkelijker te maken voor ontwikkelaars, maar dus ook voor bouwers, architecten, gemeentes, om mensen te inspireren en te laten zien welke stappen belangrijk zijn. Je ziet hier de vogelbescherming staan, maar de zoogdiervereniging kijkt er ook in mee. Dus er worden allerlei belangrijke partners betrokken om te zorgen dat die gids ook zo compleet mogelijk is. Naast dat wij natuurlijk de plannen maken, krijgen wij ook kopers die straks in die nieuwbouwhuizen gaan wonen en vaak een tuin hebben en die zelf moeten gaan inrichten. Vaak zie je dan uiteindelijk dat een tuin een van de laatste dingen is waar een koper mee aan de slag gaat. Dus daar is vaak dan op dat moment niet zoveel geld meer voor over, omdat je in je nieuwbouwhuis natuurlijk al heel veel geld hebt gestopt. Dus wij proberen kopers nu steeds meer vanaf het begin onder de aandacht te brengen wat het belang is van een goede tuininrichting. Dat doen we door op verschillende momenten kopers bewust te maken. Ik neem jullie daar even mee. Dus alleen al in de verkoopbrochure en op de website gaan we erop in. Dan zijn mensen natuurlijk veel meer gericht op dat huis, maar we proberen ze te inspireren om dan al na te denken over de natuur. Vaak kunnen kopers in het verkoop of in het kooptraject met de aannemer kiezen voor een uitbouw of een extra badkamer of een bad in plaats van een douche. En in dat koperstraject proberen we nu ook de keuzes neer te leggen dat ze bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een regenton of een groen dak in plaats van alleen maar de woning uitbreidende koperskeuzes. Bij een project in Alphen aan den Rijn hebben we ook een tuinworkshop georganiseerd voor alle kopers. Van de 37 woningen waren er uiteindelijk 34 woningen die ook echt deel hebben genomen aan de tuinworkshop. Dus dat was wel heel leuk. Echt specifiek gericht, ook het rechterkaartje zie je het op de plek waar de mensen gaan wonen. En waar je ook echt ziet dat die hittestress echt wel een aandachtspunt is. En in die tuinworkshop worden onderwerpen als klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit allemaal onder de aandacht gebracht bij kopers en voorbeelden gegeven hoe ze daar mee om kunnen gaan om dat op een goede manier in te richten. Vervolgens gaan we tegenwoordig bij veel projecten ook samen met de vogelbescherming op wijksafari met de nieuwe kopers. Dus voordat ze in de woning betrekken, doen we een rondje in de buurt. Gaan we met een vogeldeskundige op pad met verrekijkers om ook met kopers te kijken van wat zie je nou allemaal, wat hoor je allemaal in de natuur. En dat wordt eigenlijk ervaren als een hele leuke bijeenkomst waar de kopers natuurlijk elkaar leren kennen, maar ook de natuur en de omgeving. En dat was even om jullie een beetje bij te brengen wat wij als ontwikkelaars met de kopers doen, maar waar we ook mee bezig zijn in ons eigen traject van het ontwerp vanaf die start. Dankjewel. 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 Nora Gina was dat. En ook jij bent zo meteen bereikbaar voor mochten er vragen zijn. Die gids die kwam in volgende maand, hè? Ongeveer. Eind november, dan komt de gids. En dat is ook weer dat toverwoord komt natuurlijk voortdurend terug. De samenwerking tussen de verschillende partners. De bewustwording ook. Hè, dat het heel belangrijk is om die bewoners ook in zo'n vroeg mogelijk stadium mee te krijgen.
Het ging over groen, het ging over bodem, het ging over omgeving, over beplanting, over samenwerking, over de flora en de fauna. Van dat groen gaan we weer terug naar het huis zelf, zeg maar. En daar gaat de volgende spreker het over hebben. Hij is van architectenbureau Common Affairs. Ik moet nu, want ik kom nu langzaam naar beneden. Ik wil het podium graag geven aan Berend Hofman. Daar komt hij. En het applaus houdt aan totdat hij hier... Ja, dat is goed. Oké. Okay. Mooi. Super. Okay. En zoals je ziet ben ik niet alleen. Ik heb ook Wander van de Kolk meegenomen. Gaat dit dingetje ook nodig? Ik ben Berend Hofman, partner bij Common Affairs Architecten. Wander van de Kolk, directeur bij IVN, Natuur Educatie. Wij kwamen een prijsvraag tegen voor het bouwen van een zo'n natuurvriendelijk huis. En vooral opgebouwd uit zoveel natuurlijke materialen. Dat noemen wij biobased. Dat is natuurlijk een hele leuke uitdaging, want 4 op de 10 Nederlanders, huishoudens woont in een rijtjeshuis. En we bouwen nog steeds heel veel rijtjeshuizen. Dus op het moment dat we dat rijtjeshuis zeg maar, zouden kunnen gaan transformeren tot een heel mooi biobased product, hebben we natuurlijk een enorme winst. Nou, toevallig zijn we druk bezig met biobased bouwen. En op een paar honderd meter afstand van hier zijn we nu bezig met het transformeren van het stadskantoor in Tilburg. Helemaal, en hebben we ieder materiaal bekeken op zijn natuurlijke eigenschappen. Dus zoveel mogelijk hout, natuurlijke isolatiematerialen, noem maar op. Dus we hadden eigenlijk een heel groot team al, wat heel veel kennis heeft over dat biobased bouwen. Dus we hadden het hele team weer gebeld, jongens, zullen we ons van het gemeentehuis gaan we nu richting dat rijtjeswoning. Doen jullie mee? Nou, iedereen vond het hartstikke leuk. Dus toen zijn we met z'n allen daar gaan. Hebben we nog een aantal partners bijgekoppeld, onder andere... Timbeko, dat zijn een Finse bouwer, die bouwt modules. En IVN Natuur Educatie. Nou, toen zijn we het biobased huis gaan bouwen. Waren we best snel klaar, want alle kennis hadden we al in huis. En dus is al best wel veel technieken is het. Hè? Dus eigenlijk is dat een biobased rijtjeshuis bouwen, is eigenlijk, ik noem het een no-brainer. Je kan het eigenlijk morgen beginnen, dus waarom zou je het niet doen? Hè? Het is natuurlijk veel beter voor de bewoner. Hè? Het is veel minder giftige stoffen zitten erin, het ademt beter, het is lichter, het is zelfs goedkoper. Dus waarom zouden we het niet doen? Hebben we dat huis natuurlijk nog een paar slimme dingen meegegeven. Collectieve regenwateropvang, warmtepomp natuurlijk, collectieve bodemopslag. En we zaten ook heel erg in op dat collectief. Hè. Dus je kan ieder huis afzonderlijk natuurlijk iets gaan doen. Maar wij dachten, nou, het is veel beter om het eigenlijk allemaal bij elkaar te gaan passen. Dit is eigenlijk ook allemaal bestaande technieken. Die moet je gewoon bij elkaar voegen. En dan kan je totaal energie-neutraal een biobased huis maken. Maar we dachten, ja, eigenlijk willen we nog wel iets verder gaan. Eigenlijk willen we nog veel meer gaan kijken naar hoe kunnen we die natuur er veel meer bij betrekken. En hoe kunnen we nog veel meer doen, zoals eigenlijk ook de vorige sprekers ook allemaal aangeven, die bewoners daarbij betrekken. Nou, een fantastische partner daarvoor is natuurlijk IVN Natuureducatie. Dus een Wander gebeld, ik zei, Wander, doe je mee? En dat deed hij graag. Ja, want ja, natuur inclusief bouwen, dat is natuurlijk wel gaaf. Maar wat houdt dat nou precies in? Je begint natuurlijk met ruimte bieden aan de natuur. Je wilt dat er een biodiverse omgeving ontstaat. Dus je gaat kijken, wat moet er onder de grond leven? Wat moet er aan de grond leven? Wat moet er op de grond leven? En wat moet er in de lucht leven? Het moet natuurlijk ook klimaatadaptief zijn. De natuurinclusieve woning moet tegen de klimaatverandering bestendig zijn. En moet zelfs de gevolgen daarvan op weten te vangen. Maar misschien nog wel veel belangrijker is dat we als mens steeds verder van de natuur af zijn komen te staan. Dus we moeten ook een manier vinden dat we weer een band krijgen met de natuur. Dus het is ook belangrijk om te ontwerpen vanuit de beleving van de mens. En we zijn als mensen natuurlijk ook natuur. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je een sociale leefomgeving creëert. En natuur is daar het perfecte middel voor. Wat is nou precies zo'n biodiverse omgeving en hoe zie je dat nou? Dat is wat mij betreft wakker worden met het geluid van een merel.
En als je naar bed gaat, dat er een egel rondscharrelt nog in de bladeren in een hoekje. Nou, het werd net ook al even genoemd. Dan moet je gaan ontwerpen vanuit de vees, dat er een veilige omgeving is waar de diertjes ook zich kunnen voortplanten. En waardoor vooral ook heel veel variatie is. En dat je aandacht moet hebben voor inheemse beplanting. Ja, en het moet natuurlijk klimaatadaptief zijn. Zorgen dat er waterhuishouding is of waterberging is in de grond. Maar ook dat er bomen zijn voor de natuurlijke airconditioning. Vroeger bouwden we met eigenlijk standaard een betegelde tuin, een betegelde poort en een betegeld pleintje erbij. Maar het is natuurlijk veel leuker uiteindelijk ook om in een boom te klimmen. Dus klimaatadaptief kan ook betekenen dat je echt mensinclusief gaat ontwerpen. Ja, en wat is nu gaver dan dat je zo'n wijk ontwerpt en zorgt dat er ook voldoende, of zo'n rijtje woningen ontwerpt, en dat er voldoende ruimte is voor natuurbeleving. Hoe gaaf is het als je boswachter bent van je eigen minibos? En als je met de buurt mee kunt kijken in zo'n vogelkastje, dat daar zo'n webcam in zit. En dat je met de buurt in de groepsapp kunt volgen of het eitje nu al uitkomt, dat het nieuwe leven verschijnt. De beleving zorgt uiteindelijk voor dat de mensen ook daadwerkelijk betrokken zijn bij hun natuurlijke leefomgeving. En dat doe je door ze te betrekken bij het ontwerp. Je betrekt ze bij het ontwerpen van de omgeving en dat ze het ook uiteindelijk gaan onderhouden en er uiteindelijk ook voor gaan zorgen. Want we moeten ons bekommeren om onze leefomgeving. En dat zit natuurlijk ook in die verbinding. Wij zijn natuur, ik zei het net ook al. En wat je in zo'n ontwerp mee moet nemen is dat je bijvoorbeeld ook een voedselbos neerzet. Waar je uiteindelijk ook in de herfst met elkaar samen kunt komen en een oogstfeest kunt houden. Er moet in die natuurlijke wijk moet gewoon een plek zijn om elkaar te kunnen ontmoeten. De essentie eigenlijk van de insteek van IVN is dat wij met dit project er vooral voor willen zorgen dat er niet alleen aandacht is voor heel veel groen in de omgeving, de klimaatbestendigheid en biodiversiteit, maar dat ook echt ruimte is voor de betrokkenheid bij de natuur en zorgen voor een groene sociale leefomgeving. Terug naar Berend. En bedankt, Wander. Hoe ziet het dan uit? Wat wij vooral hebben gezegd is van alle privéruimtes, normaal heb je een plot en dan snij je alles op in kleine stukjes en dan heeft iedereen zijn eigen tuintje. Nee, we hebben eigenlijk die woningen iets meer op het plot gezet en eigenlijk alle ruimte om de woningen gemeenschappelijk gemaakt. En ook dat de natuur om het hele blok heen loopt. We hebben een heel klein stoepje aan de voorkant gezet waar je lekker kan koffie drinken, de kinderen in de gaten kan houden, met de buren kan kletsen. En aan de achterkant een veel wildere omgeving met allemaal niet de netjeste tuinen natuurlijk. En waar je ook elkaar heel goed kan ontmoeten. Dit is uiteindelijk het beeld wat het is. Eigenlijk een heel traditioneel rijtjeshuis met een puntje. Ik vond het juist wel heel erg leuk om juist dat traditionele erin te houden, maar wel op een hele moderne manier. De gevel is helemaal gemaakt van biobased composiet elementjes. En dat is gewonnen uit kalk uit het rioolwater. En daar maak je hele grappige elementjes mee, waardoor het ook een hele moderne look krijgt. Alle huisjes zijn allemaal losgeknipt, zodat aan alle kanten het groen eigenlijk op en om het huis kan groeien. Waardoor je eigenlijk op ieder niveau dieren zeg maar, zich in dat huis kunnen gaan nestelen. De achterkant, hier zie je de niet nette tuin. We hebben dus nog een serre eraan gezet. En die serre is ook heel erg goed vanwege de buffering van de warmte in de winter en koel te genereren in de zomer. En dat is eigenlijk je privé stukje. Maar de rest daarnaast heb je natuurlijk de tuin waar je lekker kan spelen. Maar waar ook dieren zich natuurlijk kunnen nestelen. Maar waar je ook een voedselbosje kan maken en je buren kan ontmoeten. Ons natuurhuis is gemaakt van natuurlijke materialen. Nou, wat natuurlijk heel erg goed is voor de planeet. Maar ook voor de bewoners. Hè. Een huis ademt veel beter. En veel minder gifstof in je huis. Het is natuurinclusief. Goed voor de beesten, maar ook voor de sociaal inclusiviteit. Voor mensen elkaar ontmoeten. Toekomstbestendig, omdat we natuurlijk het hitproblematiek, wateropslag. Maar ook natuurlijk helemaal energie-neutraal, wat tegenwoordig superbelangrijk is. En daarbij heel belangrijk, het is betaalbaar.
Het zijn prefab elementen die in een fabriek gebouwd worden, dichtbij waar eigenlijk het hout zich bevindt. Dus we kunnen heel betaalbaar kunnen we dit maken. Natuurhuis is voor ons een soort kennisplatform, hè, waar we eigenlijk heel veel partijen aan gebonden hebben. Best grote partijen allemaal, waar we eigenlijk willen we dat gaan innoveren. Maar het eerste prototype is klaar, qua idee. Dus we willen eigenlijk op zoek gaan we naar ontwikkelaars, gemeentes. Zeg maar, kom maar op met een locatie en dan gaan wij hem neerzetten. Dankjewel. Dankjewel, helder verhaal. Mooi, dankjewel. Blijf nog even in de buurt voor de vragen voor zometeen. Dus je mag helemaal boven, maar dan moeten we met de microfoon straks helemaal. Dus blijf een beetje beneden in de buurt. En nogmaals applaus voor deze twee heren. Berend Hofman en Wander van der Kolk van IVN. Ja, biobased. Ik vind het wel een mooi woord trouwens, biobased. Biobased, die base zit er al een beetje in, weet je wel. Dat is biobased bouwen. Mijn ervaring, ik schrijf ook gedichten, is dat Engels en bouwen, dat af en toe wat verwarring kan opleveren. Even kijken, volgens mij heb ik er wel een gedichtje over. This is America. Look at that skyscraper. 70 floors, baby, how about that? Och, zeg ik moe van de megalomania. You call it skyscraper, we call it flat. Snap je, dat is gewoon verwarrend. Af en toe als je Engels en bouwen door elkaar hebt. Maar biobased zou wat dat betreft prima kunnen. Goed, wij gaan door. Wij gaan door. Over het integraal meeontwerpen van ruimte voor vleermuizen. Daar gaan we het nu over hebben, over integraal. Dus dat is verder denken dan alleen maar een nestkastje natuurlijk. Hier is, en hij staat al op het punt om het podium te bespringen, van SVP Architectuur en Stedenbouwarchitect Marcel Steegs. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Marcel Steegs. Ik ben architect bij SVP Architectuur en Stedenbouw. En zoals de naam al zegt, zijn wij een bureau voor architectuur en stedenbouw. En we proberen eigenlijk vanuit onze eigen beweging in alle projecten die wij doen, natuurinclusief denken mee te nemen. Wat mij betreft begint dat bij bewustwording en mindset. Daarom dit plaatje. Het lijkt een heel vrolijk plaatje, speelterrein. Maar kijk eens even, het is één grote zee van stoeptegels. En eigenlijk ziet bijna iedere stedelijke school er tegenwoordig zo uit. Dan hebben ze hier nog mazzel dat ze best een groot speelterrein hebben. En ja, eigenlijk is dat best triest, hè? Want vaak wordt budget als argument gebruikt. Maar ook het niets ontziende argument van onderhoudsarm is vaak een heel sterk argument om allerlei andere dingen niet te doen. Dus dit is een voorbeeld van een schooltje. Ik laat de school niet zien, maar het schoolplein wat wij in Wageningen hebben ontworpen. En we hebben het niet altijd voor het zeggen. Daar moet ook het schoolbestuur achter staan, want die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. En wat is dat nou leuker dan, zeker bij primair onderwijs, waar het spelen nog minstens zo belangrijk is als het leren, dat die natuur ook aanwezig is. En zeker in de stad, want de verstedelijking zet nog steeds voort. De corona heeft het een klein beetje geremd, maar nog steeds gaan steeds meer mensen in de stad wonen en groeien er steeds meer kinderen op in de stad. Dus los van de voorzieningen en de dingen die je doet, lijkt me bewustwording van de natuur, vooral in stedelijke gebieden, een hele belangrijke. Het zijn niet zulke mooie foto's, maar jullie zien, wat we hier doen is we proberen zeg maar, de natuur een onderdeel te laten worden van het spelen. En het lijken allemaal hele voor de hand liggende plaatjes, maar ja, kijk zelf maar eens rond. Het is een zeldzaamheid aan het worden op de speelplaatsen in onze scholen. Een heel ander ding. Een project wat we doen in Olst, Olstergaard. Ik had het er net al thuis met Noor een heel kort gesprekje over. Dat eigenlijk de belangrijkste fase waarin je goede dingen kan doen als ontwerper voor natuurinclusief ontwerp is eigenlijk de stedenbouw. We hebben de neiging om te focussen op de gebouwen, want daar gaan natuurlijk dieren ook gebruik van maken. Maar juist op het niveau dat je de omgeving aan het plannen bent, heb je de grootste kansen om het goed te doen. En ook na te denken over de natuur. Dit is een wijkje voor flexwonen. Wat we hier ontwerpen, waarbij zeg maar een beetje wild wonen, natuurlijk wonen, ook een nadrukkelijk thema is. En bij ontwikkelen is er vaak de focus op de opstallen, hè, op de gebouwen. Want dat is nou eenmaal, dat weten jullie ook allemaal, het gaat om geld verdienen. Dus en dat doe je met de gebouwen. Dus daar zit altijd heel erg de focus op. En wat we hier hebben gedaan, we hadden de luxe dat we ons dat hier konden permitteren.
is dat we eigenlijk juist de focus hebben gelegd op de ontsluitingsstructuur en de groenstructuur. Dus dit hebben we genoemd het casco van de wijk. Dus dit is eigenlijk de manier waarop je je woning bereikt. Maar elk pad voor de mens is ook een pad voor de dieren. Dus het heeft altijd een groene rand. Er zitten ook blauwe lijnen in, waterlijnen in. Dus je zet als het ware, er stond een bestaande boomstructuur en er wordt een nieuwe boomstructuur aan toegevoegd. En dan heb je eigenlijk een soort solide casco, wat voor de mens goed is. Maar wat ook voor de dieren goed is. En dan gaan we hem inkleuren met de gebouwen. En juist op dit niveau zijn wij ervan overtuigd, kun je goede dingen doen om omgevingen te maken die tof zijn voor de mens, maar ook voor de dieren. Nou, dit is in ontwikkeling, dus even een plaatje. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het niet zo'n aangeharkt nieuwbouwwijkje wordt, maar een beetje wild wonen, waarbij ook de natuur nadrukkelijk aanwezig is en ook de dieren dus nadrukkelijk aanwezig kunnen zijn. Een project wat we gedaan hebben in Zwolle. Een hele mooie plek aan de Stadsgracht in Zwolle. Een voormalig ziekenhuisterrein van de Isala-klinieken. Die werden gesloopt. Heel groot terrein. Er werd een enorme ontwikkeling. Wezen landen en wij deden daar een appartementengebouw en een aantal grondgebonden woningen. Voor mij is dit een soort moment van bewustwording. Want ik kan hier gaan staan en doen alsof ik het allemaal wel weet. Maar niets is minder waar. Wij gingen hier aan de slag. En die gebouwen van het ziekenhuis bleken, die waren afgeschreven, waren niet meer goed voor gebruik. Maar ze bleken nog ontzettend goed voor de vleermuizen, want die hadden daar winterverblijven in. Het waren nog lekkere oude gebouwen met spleten en kieren waar ze nog goed in konden. Dus daar maakten ze graag gebruik van. Dus er moesten voorzieningen worden getroffen in de omgeving. En eerlijk gezegd dat lag op dit project, want wij waren het eerste project wat van start ging. En voor de rest zat eigenlijk de hele ontwikkeling op slot, als er niet iets verzonnen werd voor de vleermuizen. En eerlijk gezegd dacht ik eerst ook dat nog, want het was nog niet makkelijk om hier als eerste te ontwikkelen. En toen kwam ik in gesprek met Herman Limpers, volgens mij van de Zoogdiervereniging toen. En die ging vertellen over wat die beestjes nodig hebben om te overleven. En dat werden een aantal gesprekken en we hadden het eerst over aparte voorzieningen. En toen gingen we samen naar de plannen kijken en ik raakte steeds meer gefascineerd over die diertjes. En wat we toen hebben bedacht, dit plan heeft kappen, het is een appartementengebouw met kappen, dat was onderdeel van zeg maar, de beeldkwaliteit die hier in het plan werd gevraagd. En een deel van die kappen zijn onbenut, omdat we die constructief niet bij de woning konden trekken en ook omdat de opdrachtgever, de woningcorporatie, dat niet wilde. Het is sociale woningbouw overigens. En toen hebben we samen bedacht, Herman en ik, dat we eigenlijk die kappen, dat we daar een andere bewoner zouden kunnen uitnodigen. En dat is de vleermuis. Dus we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. Dus eigenlijk de kopgevel, geef even één terug. Doet hij dat? Terug? Heeft hij daar geen zin in? Ja, doet hij wel. Dus even aan de linkerkant hier in het plaatje, die kopgevel, daar is dit de tekening van. We hebben in het rechthoekje hebben de spouw voor een deel toegankelijk gemaakt. En we hebben bovenin, waar die loze kap zit voor een deel, hebben een paar kleine gaatjes gemaakt. En vervolgens in die kap met schotten plekken gemaakt, spleten gemaakt die een vleermuis fijn vindt. Want als die in de winterslaap gaat, dan kruipt hij in een kiertje dat hij zich een beetje vast kan houden. En dan gaat hij in een soort van hypersleep. En dan kan hij heel fascinerend zijn metabolisme omlaag zetten. Maar dan moet het wel ideale omstandigheden zijn. Dus in die kap zitten die schotten in. Een soort kunstmatige grot, zou je kunnen zeggen. En dit ding is 21 meter lang. Dat zit aan allebei de kanten van de kap. Het heeft nauwelijks geld gekost. Maar het is eigenlijk een gigantisch winterverblijf. En dat maakt eigenlijk mogelijk dat we voor die enorme ontwikkeling verder geen aanvullende maatregelen meer hoefden te nemen. En dat er eigenlijk voor de bewoners die er al zaten, de vleermuizen, met een relatief, ik heb het ook andere mensen horen zeggen hier, eigenlijk verwaarloosbare investeringen, fantastische voorzieningen konden doen. En van een soort eerdere argwaan wat ik had voor dit onderwerp, maakte mij dit ontzettend enthousiast. Dacht ik van, goh, als het toch zo makkelijk is om fantastische dingen te doen voor de dieren, dan zou je dat vaker moeten doen. Dus dat is in mijn hoofd blijven hangen. Ander project, rioolwaterzuivering in Utrecht, die is onlangs vernieuwd. De oorspronkelijke dateerde van halverwege de vorige eeuw. Heel groot terrein, lag ooit aan de rand van Utrecht, Overvecht. Inmiddels is dat midden in de stad geworden natuurlijk, als het in 1950 ooit begonnen is. Omzoomd met een stevige boomstructuur, 17 hectare, dus dat is een gigantisch gebied. Grotendeels groen, want er staan allerlei tanks en machines, maar die doen heel stil hun werk. En toen ik daar voor het eerst kwam, leek het toch ook een beetje vreemd. Maar het was wel een soort van prachtig stil stadspark. Er zaten heel veel vogels.
En wij hebben als bureau een soort kwaliteitsplan gemaakt voor die waterzuivering. Het lijkt een beetje mal misschien om daar als architect mee bezig te zijn, maar het was erg leuk dat je eigenlijk niet alleen maar technisch maakt, maar dat je ook kijkt naar, kan zo'n installatie ook een soort van esthetische kwaliteit hebben. Wat ik net al zei, 17 hectare groot, enorm groot, en hier wordt 75 miljoen liter rioolwater per dag gezuiverd. Dus we hebben een plan gemaakt, dat hebben we samen gedaan met Jeroen Heij van landschapsbureau Haverdroeze, ook in Amersfoort, waar we heel veel mee samenwerken. En dan zitten we ook een beetje op mekaars stoel. Hij kruipt soms op mijn stoel als ontwerper en ik op die van hem als landschapper of als natuurmens. En we hebben een soort laantje bedacht als structurerend landschap. De bomen zitten er allemaal nog niet zo lang in, dus... En jullie weten hoe dat gaat, het duurt een hele tijd voordat dat echt wat is. Maar in ieder geval hebben we gezegd dat er landschappelijke elementen zijn die hier een soort drager gaan functioneren voor die hele technische installatie. En in dat gebied, een heel groot deel kon nog groen blijven, en dit is vooral de inbreng van de landschapper ook, is er een hele veelheid aan ecologische maatregelen genomen. Er zijn allerlei verschillende plekken gemaakt. Er is een hele scala aan nestkasten is opgehangen. Maar er zijn vooral ook allerlei plekken, want dit is nogal een drukke tekening, kan beter inzoomen. Er zijn met heel simpele materialen, zijn er voor allerlei soorten vogels, zijn er plekken gemaakt waar ze zich fijn bij voelen. Bijvoorbeeld strookjes met takkenrillen, de hermus staat hier genoemd. Daar zijn dan ook vruchtdragende planten bij aangebracht, zodat die beestjes ook wat te eten hebben, wat ze lekker vinden en wat goed voor hen is. En dat is eigenlijk, het zijn dit soort dingen in het enorme landschap. Het is lastig om het er doorheen te krijgen met een aannemer die zo'n technische installatie moet bouwen. Maar een opdrachtgever als de Hoogrheemraadschap, die snapte heus wel dat ze ook een soort verantwoordelijkheid heeft voor de natuur. Dus die vond het eigenlijk wel heel goed om te doen. En dit zijn eigenlijk vrijwel afvalmaterialen, want dit is snoeiafval van, er moesten aardig wat bomen bijgesnoeid worden voor de installatie. Takkenmuurtjes gemaakt, er zijn natte milieus gemaakt. Er staan er weer planten op die dan weer voor bepaalde vogels geschikt zijn. Dit is er nog eentje, die is dan gemaakt met oude stoeptegels die er van het terrein afkwamen. Die zijn niet weggegooid, maar er zijn muurtjes van gemaakt en ook weer bepaalde milieus voor gemaakt. Dit is dan met name voor insecten interessant. Maar zo zijn op eenvoudige manieren, zeg maar, dat hele technische landschap is eigenlijk ook een soort welkom gemaakt voor de dieren, voor de natuur. Woonplaats voor bijen, die gedijen hier dan ook goed. En we mochten ook een idee maken voor die grote betonnen tanks die daar zouden verrijzen, die de zuivering zelf behelzen. En toen hadden we bedacht dat we eigenlijk een soort groene sigarenbandjes wilden maken rondom die betonnen dingen. Het is hier een beetje stijf computerprintje, maar we wilden een soort begroeiing eromheen maken op bespanning. En dat hebben we ook gedaan, dat is ook gerealiseerd. Jullie zien hier een soort, soort trommelbespanning van roestvrijstalen draden. En langzaam beginnen daar de planten in te klimmen. Uiteindelijk is de bedoeling is dat ding helemaal begroeid. Maar aan het einde van dat sigarenbandje hebben we steeds een betonelement tegen die silo's gezet, tegen die tanks gezet, omdat rioolwater is altijd warm. Het is ook in de winter als het vriest, het komt in Utrecht op ongeveer 7 meter min pijl binnen. En het is ongeveer 12 graden. En dat komt omdat het van ons mensen grotendeels afkomstig is. En wij douchen en we gebruiken allemaal warm water. Dus het is warm water. Het is bijna altijd zo'n 12 graden. En toen dacht ik in één keer weer aan het verhaal van die ecoloog van de vleermuis die een soort warm plekje zoekt voor de overwintering. Dus wat we gedaan hebben is dat we eigenlijk een element voor die dingen hebben gezet, waardoor een soort van kunstmatige spouw ontstaat. Waar het gedurende het hele jaar warm is. Dus als de vleermuis in de winter, als het vriest, een warme plek zoekt, kan die daarachter gaan zitten. En dit ding is ongeveer 2 bij 5 meter, dus 10 vierkante meter. Er zitten er 2 per tank, dus 20 vierkante meter. En er zijn 6 van die tanks. Dus op die manier is er 120 vierkante meter winterverblijf voor vleermuizen gemaakt. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat het nog wat detaillering vergt, want de afsluiting aan de zijkant is niet overal goed gedaan. Kijk, nestkasten weten mensen inmiddels wat dat is. En die moet je in de juiste gevel moet je die zetten. Anders dan krijg je niet de gasten die je wil hebben. Maar als je dit soort dingen doet, dan krijg je af en toe ook wel scheve blikken. Want die aannemer die is vooral bezorgd dat het ding waterdicht is, waar die zuivering in zit. En die denkt, komt hij aan met zijn vleermuizen? Dus je moet wel als ontwerper daar, als bedrijf dat het wil, bovenop blijven zitten om het goed te krijgen. Dus dit heeft nog wat fine-tuning nodig.
Maar op die manier kun je met relatief kleine toevoegingen aan installaties. En als je naar de investering kijkt, naar dit soort dingen, dan vind je ze bijna niet terug op zo'n installatie als dit. Kun je dingen doen die heel veel kunnen betekenen voor de natuur. Nou, dit is even hoe dat eruit ziet, dat hele gebied. En die zuivering. Het is heel technisch, maar het is eigenlijk een heel verstild gebied. Het stikt er echt van de vogels, dus die vinden het daar prachtig. Komt ook denk ik door die groenstructuur eromheen. En nou, blijkbaar was dat mijn laatste plaatje, toch? Ik dacht dat ik nog... Ik dacht dat ik nog een laatste had. Nee, dat is. Sluit ik hiermee af. Dankjewel. Dankjewel, Marcel Steegs. Graag gedaan. Van SVP. Uit Amersfoort, hè? Natuurlijk. Ja, ik kreeg zojuist door dat de livestream inmiddels, dat we boven de 20.000 zitten. Dat is goed, hè? Ja. Ik weet niet precies hoe ze tellen, maar ik ga het ook niet tegenspreken natuurlijk. Ik kreeg ook net de vraag trouwens, naar aanleiding van het gedichtje van zojuist. Heb je ook gewoon een gedichtje dat de lading een beetje dekt van deze middag? Ik kan wel één ding proberen. Ja, sprak de mannetjes dodo ondaan toen de laatste vrouw van hem heen was gegaan. Zo'n ark van Noach werkt echt perfect, maar had ik de lading maar eerder gedekt. Ja, misschien niet helemaal, maar het is het enige gedicht wat de lading een beetje dekt wat ik heb. Dus we gaan het over iets anders hebben. We gaan het hebben over de omgevingsscan, de nieuwe waarde. De nieuwe waarde of de nieuwe aarde, want aarde schrijf je met een, aarde schrijf je met een hoofdletter. En dat is niet voor niks, want de volgende spreker die is niet alleen de oprichter en de eigenaar van Buitingadvies, maar is van huis uit ook bosecoloog. En dus het maximaliseren van groen, het versterken van de biodiversiteit, dat zijn allemaal speerpunten in zijn werk. Vergroenen, klimaatadaptatie, wat het doet met je gezondheid, noem maar op. Daar gaat het over, de nieuwe aarde. Hier is Ronald Buiting. Tadaa. Goedemiddag allemaal. Wat leuk, een heel ander beeld. Ik had het zo nog niet gezien. Jullie hebben het al meegekregen. Op een bepaald moment kwam er COVID in Nederland. Toen hadden wij het als een bureau een tijdje, een maand even wat rustiger. Daarna werd het trouwens veel drukker. En toen dachten wij, we zijn al heel lang met ecologie bezig. Mijn bureau bestaat 30 jaar, een ecologisch adviesbureau. Maar we zien steeds meer, en dat hoor ik vanmiddag ook, hè, dat is ook heel leuk om te zien, dat het over veel meer gaat dan alleen maar ecologie. Het gaat ook over klimaat. Klimaatadaptatie, een heel belangrijk thema. En het gaat ook over gezondheid. Daar heb ik het een beetje over gehoord net. En wat nou zo leuk is, dat is dat groene oplossingen aan al deze drie thema's een bijdrage kunnen leveren. En toen bedachten wij de nieuwe waarde. En we hebben gezegd, als je nou eens een concept kon bedenken waarbij klimaat en biodiversiteit geïntegreerd worden aangepakt binnen de stedelijke omgeving. Als je dat nou zou kunnen doen, hoe moet dat dan? En natuurlijk de bedoeling, want dat zijn jullie allemaal mee bezig, dat merk ik ook. Het gaat om de leefbare stad. Leefbare stad 2050. Dus hoe kan je nou via groen, klimaat, biodiversiteit en gezondheid aan elkaar koppelen? Dat was waar wij mee bezig gingen. En het bijzondere was, toen we hier mee bezig gingen, dat als je dat integraal doet, dat er heel veel gratis bijproducten zijn. Dus als je aan gezondheid werkt, of je werkt aan biodiversiteit of aan klimaat, je doet dat op de goede manier, dan stapelt dat zich. Dan komen er heel veel dingen die je eigenlijk, ja, misschien apart had moeten doen, anders die krijg je nou cadeau. Ik ga u daar wat voorbeelden van geven zometeen. En we hebben gedacht, als we nou eens gaan werken vanuit een aantal concrete thema's. Thema's waar we dus iets voor willen doen binnen die stedelijke omgeving. Nou, u ziet hier staan, we willen nadenken over het voorkomen van hitte-eilanden. Echt een thema waar groenen heel veel aan kan bijdragen. Wateroverlast, ook iets waar we echt in Nederland keihard aan moeten werken. Als je die kaart ziet, ik ga zo meteen wat kaarten laten zien van deze omgeving, dan is dat echt wel een thema. Voorkomen van droogte, nou, daar hoef ik het eigenlijk niet over te hebben, hè, na 2018, 19, 20 en 22. Bij mij stonden de vijvers rond het kasteel, huizen, baken, droog dit jaar. Alles dood, alles wat erin zat, dood. De laatste vissen werden door de ene nog even opgevist, vlak voordat het droog viel. Dus het was wel een mooi fourageermoment. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld ook het vergroten van de populatie bestuivers, dus insecten. Hè? Je ziet dat insecten heel erg de basis zijn, dat hoor je ook steeds. Ik heb heel veel mensen gehoord die zeggen, god, we gaan iets doen aan kasten, we gaan verblijfplaatsen creëren. We moeten ook zorgen dat die beesten iets te eten hebben.
Dus dat is vooral insecten zijn dan de basis. Voorkomen van plagen. We hebben heel veel te maken met processierups op dit moment. We zien ook heel veel dat bijvoorbeeld processierups als plaag heel vaak wordt gekoppeld aan juist de gebrek aan biodiversiteit. Er zijn te weinig predatoren. Daar kun je iets aan doen. Beschermen van soorten. Nou, dat gaat niet zo heel goed met soorten. Hè. De gaasvliegen hadden dat van de week weer over waar het heel slecht mee gaat. Maar bijen gaat het ook niet zo heel goed mee. Dus we kunnen kijken wat kunnen we nou in de stedelijke omgeving doen aan het beschermen van soorten. Nou, als je dan naar gezondheid kijkt. Het versterken van de luchtkwaliteit, het vergroten van de schaduwdruk. Ik denk dat, en dat zie ik al komen, dat huidkanker de belangrijkste kankervorm wordt. Want ik weet niet hoe u dat doet. Als ik op vakantie ben, dan smeer ik me ook netjes in. Als ik in Nederland gewoon naar buiten loop, dan doe ik dat eigenlijk nooit. En dat is eigenlijk onverstandig. Voorkomen van hart- en vaatziekten is een belangrijk thema. Het verbeteren van de geestelijk welzijn en het verminderen van de geluidsoverlast. Al die dingen, daar zou je met groen dus iets aan kunnen doen, hadden wij ontdekt. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dit is de planlocatie. Zo ziet het eruit. Hier is het nogal versteend om deze omgeving. We hebben het volgende bedacht. We doen eigenlijk drie dingen. We maken een analyse van de huidige situatie. Dus we kijken hoe zit de situatie met betrekking van deze drie thema's in elkaar. Hoe functioneert het gebied op het gebied van klimaat, op het gebied van biodiversiteit, op het gebied van gezondheid. En daarvoor gebruiken we open source data. We hebben een viewer gebouwd in GIS. Ik ga u zo meteen wat resultaten van deze locatie laten zien. Het tweede is dan dat we ontdekken op basis van die open source data, welke thema's hier spelen. En vervolgens gaan we dan concrete projecten uitvoeren. Ik heb maar 10 minuten, dus ik kan u er maar één laten zien. Maar wij zijn overal in Nederland op basis van deze informatie projecten aan het uitvoeren. Nou, laten we eens kijken naar deze omgeving. Hitte-eilanden. Ik heb even de kaart van deze omgeving van dit moment laten zien. En dan ziet u dat het hier, en dat zal dus best wel gebeurd zijn in de afgelopen zomer, dat het hier maar zo 43 graden kan worden. Op deze locatie. Dus het wordt hier hartstikke, hartstikke warm. Maar dit is de kaart van 2020. Ik toon u nu de kaart van 2050. En dan ziet u dat het op deze locatie misschien wel 53 graden gaat worden. Dat is een onhoudbare situatie. En daar kan je met groen dus heel veel aan doen. Dat zagen we net ook al, hè? Voorbeelden. Groene daken, groene wanden, zo min mogelijk verharding. Allemaal thema's waar je dan aan moet werken. En dat zie je ook wel terug, hè? We zagen hier de temperatuur, maar we zien ook dat het hier niet zo heel groen is. Dus je zou eigenlijk moeten werken aan, wij zeggen altijd bomen planten, bomen planten, bomen planten. Overal in waar het maar kan. Nou, de verharding per wijk is ook heel, heel hoog. En dan is dit natuurlijk het plaatje. Dit plaatje krijgen we dan. Wij zitten op deze locatie aan de rechterkant. We zouden graag naar de linkerkant toe willen. Dit soort dingen zouden we graag willen doen. Betekent dus dat we 8 tot 10 graden kunnen sparen in temperatuur als we van rechts naar links gaan. Dan ziet u hè, groene daken, groene wanden enzovoort. Dit is even de wateroverlastsituatie op dit moment. Er zijn dus veel plekken waar het hier, als het hard gaat regenen, waar het dan heel erg veel water komt te staan. Nou, daar moeten we ook iets aan doen. Dat zou je bijvoorbeeld zo kunnen doen. Hè. Ik laat deze wadi zien. Dit is een technische wadi, hè. Als je dus iemand vraagt die over de techniek gaat en over het oplossen van het waterprobleem, krijg je die wadi die voldoet. Maar als je nou iets verder denkt en je zaait die wadi in met kruiden die bijvoorbeeld waardplanten zijn voor insecten die in die omgeving aanwezig zijn, dan heb je al een hele andere wadi, dan doe je ook wel iets aan biodiversiteit. Dus dan heb je en klimaatadaptatie en biodiversiteit. En als je dan bijvoorbeeld ook nog een wadi maakt waarbij je wat bankjes zet, dan kun je ook nog toevallige ontmoetingen organiseren. Dan doe je iets aan water, je doet iets aan biodiversiteit en je doet iets aan het voorkomen van eenzaamheid, wat een heel groot probleem is in Nederland. Dat ga ik zo meteen laten zien hoe dat in deze situatie zit. Hey, het bijzondere is trouwens wel situeerd, hetzelfde plaatje. Als we nou van hier naar hier gaan, groen, groen, groen zou ik maar zeggen, dan gaat het werken. Nou, beschermen van soorten. We hebben wat in de Nederlandse databank hebben we gekeken. Dit is de biodiversiteit van bijen op deze plek. Dit de biodiversiteit van dagvlinders. In onze viewer zitten alle soortgroepen de biodiversiteit. Betekent dus wel, als je dat ziet, dat het niet super gesteld is op deze plek met de biodiversiteit. Zouden we dus wat aan kunnen doen als we in alles wat we hier nu gaan ontwerpen en in de buitenruimte gaan doen, nadenken over deze soorten. Wat ze nodig hebben, het is al veel vermeld ook. Wat hebben ze nodig en hoe kunnen we daar iets aan doen? Even het thema gezondheid. Hè. We hadden in onze viewer drie thema's. We hadden het thema wat te maken had met klimaatadaptatie. Biodiversiteit hebben we net gehad. Dit is het derde thema, gezondheid. Dit is de situatie met betrekking tot obesitas in deze wijk. De 1 na hoogste categorie
Dus er is heel veel obesitas. Ik heb overgewicht er maar niet ingezet. Dat is natuurlijk, die zit daar net onder. Maar ook daar is het slecht mee gesteld. Je ziet die plaatjes ook van de ontwikkeling van de jeugd in de afgelopen jaren. Eenzaamheid in deze wijk. Dus in deze omgeving, dit deel van Tilburg, is ook, die zit in de hoogste categorie. Dus zo'n wadi waar ik het net over had, hè, als je die dus slim ontwerpt en ook ontmoetingen organiseert rond zo'n wadi, dan doe je ook iets aan eenzaamheid. En u heeft ook vast wel eens gehoord over het 330-300 principe van de Landbouw Universiteit. Iedereen wordt gelukkiger als die op drie bomen kijkt. Het blijft koel in de wijk als je 30% groen hebt. En mensen zijn minder eenzaam als ze op 300 meter een parkje hebben waar ze toevallige ontmoetingen kunnen hebben met andere mensen. 330-300, onthoud dat. Nou, luchtkwaliteit zit net, ja, rond de weg en het spoor is het niet zo. Verder gaat het net goed. Werken aan gezondheid is ook een thema. Nou, welke thema's spelen hier dus een rol? Ik denk dat het interessant is om op deze locatie, als je met die buitenruimte aan de gang gaat, te gaan werken aan het voorkomen van die hitte van 53 graden. Moet je dus op ontwerpen, hoe meer groen, zo min mogelijk verharding. Ik zeg altijd, binnen de stedelijke omgeving zou het groen tenzij principe moeten gelden. Iets is groen in de stad, altijd. Behalve als je een goede reden hebt dat het niet groen is. Bijvoorbeeld een gebouw of een weg of een parkeerplaats. Maar dan kan die parkeerplaats nog steeds half groen zijn, hè? Dus het groen tenzij principe zou je moeten toepassen. Je zou iets kunnen doen aan soorten en je zou kunnen nadenken hoe je de schaduwdruk kan verhogen. Zet een mooi voorbeeld, hè? Dat schoolplein wat u liet zien. Het is niet alleen maar dat die kinderen daar in een desolate omgeving aan het bewegen zijn, maar ze staan ook in de brandende zon, terwijl ze niet zijn ingesmeerd. Dat moeten we ook voorkomen. Overal waar een speeltuintje is, overal waar mensen zitten of mensen lopen, zou je eigenlijk in de schaduw naar de voorde moeten komen of in de schaduw naar je kinderen moeten kijken als ze aan het spelen zijn. Dat moeten we ontwerpen. Dat is belangrijk. Nou, ons idee is nou, je maakt die analyse in die viewer. Vervolgens is het zo dat je thema's selecteert die voor zo'n wijk of voor zo'n locatie het allerbelangrijkste zijn. En dat ga je vervolgens in alle projecten aan werken. En niet alleen in de projecten die je nieuw doet, maar ook in je beheer. In je beheer kan je heel vaak al heel veel dingen doen. Anders gaan beheren, hè? Ik weet niet of jullie, waar jullie wonen, ook niet al die groene graslandjes hebben waar ze 31 keer per jaar komen maaien. Terwijl 1,8 keer of 1,4 keer ook zou kunnen als je het anders inricht. Dat scheelt dus zeg maar bijna 30 keer maaien. En dan krijg je misschien ook, ja, een hele andere soorten samenstelling met zaden en met bloemen, met nectar, met insecten. Hè, de start van de biodiversiteit. Dat gaan we dan doen. Nou, wat zou je hier kunnen doen? Je moet hier bomen planten. Je moet trouwens in heel Nederland, hè, bomen planten. Er werd net al gezegd, één volwassen zomereik, dat duurt even, maar één volwassen zomereik vervangt 10 airco's. Nou, en die airco's die geven ook weer warmte, waardoor het in de stad nog erger wordt. Hè. Dus aanplanten van bomen, groene daken, groene gevels waar het maar kan. Ecologisch inrichten van de omgevingen, dus als je struiken plant, altijd inheemse struiken, inheemse kruiden. En het aanbrengen van allerlei nestlocaties zou kunnen. Nou, en als je bijvoorbeeld kijkt naar die nestlocaties, dan moet je ook zorgen dat het habitat geschikt is. Dus bij al die dingen hoort ook dat je niet alleen maar even dat ene kan doen, maar ook moet zorgen dat de rest van de omgeving klopt. Ik laat u even één voorbeeld zien, woningcorporatie. Dit is de Molenwei in Heerlen, een grote flatgebouw uit de 50er jaren. Het ziet er zo uit. Dit is de situatie, het zijn kleine plaatjes, maar het is een behoorlijk, laat ik maar zeggen, afgetrokken omgeving. U ziet, de beplanting is uitgeleefd, er staan geknotte platanen, hier zijn ook wat geknotte bomen, alles is eigenlijk wel kapot en stuk. Heel veel verharding. We hebben die analyse gedaan en dan komen we erop dat we deze dingen zouden moeten gaan veranderen in die plek. De parkeerplaatsen moeten groen, er moeten bomen bij. We moeten een wadi maken waar het water van het gebouw heen kan. We moeten verharding weghalen waar het kan. En we gaan hier een ontmoeting en sportplek maken voor de mensen die hier in deze flat wonen. Waardoor ze elkaar dus op die locatie kunnen ontmoeten. Er komt ook een kruidentuin waar mensen, als ze lekker aan het koken zijn, even naar beneden kunnen om kruiden te halen. Nou, dan zie je vervolgens dus dat dit het nieuwe ontwerp is. Heel veel groen, groene parkeerplaatsen. Alle parkeerplaatsen worden groen. Een wadi, verharding er dus uit. 30% van de omgeving in kronendakken, 30%, krijg je zo'n soort beeld. Dus wij zijn overal in Nederland bezig om op basis van die analyse die ik u net liet zien, om overal nieuwe ontwerpen te maken. Dat zijn hele kleine ontwerpen, maar dat zijn bijvoorbeeld ook ontwerpen voor grotere woonwijken. Geestwater in Lissen is een woonwijk die helemaal volgens deze principes wordt ontworpen. We zijn in Antwerpen bezig met een woonwijk. Helemaal vanuit de gedachte
welke soorten zitten in de omgeving en hoe kan je nou groen laten helpen met het maken van die leefbare stad. En als je dat dus doet, hè, je maakt die wadi, en niet alleen maar als wadi, maar ook als ecosysteem, ja, krijg je de biodiversiteit cadeau. Nou, dat is dat stapelen van de, ja, van wat wij doen. We doen dat samen met Imago Communicatiebureau en met Vivara Pro. Dat was het, dankjewel. Ja. Dankjewel, Ronald Buiting. En we hebben nu 5 sprekers gehad, of eigenlijk 6 sprekers gehad. En ik wil even vragen, zijn er tot nu toe, voordat we de pauze ingaan, want straks is pauze. Zijn er vragen die jullie opgespaard hebben en die we kunnen stellen aan 1 of meerdere sprekers tegelijk? Ik zie daar een... ik heb hier een microfoon, die zou het vanaf daar moeten doen. Ik heb wel een vraag inderdaad. Aan? Ik ben Harpe Tromp en ik werk bij het Rijksvastgoedbedrijf. Ja. Ik weet, precies bij wie ik het beste kan. Misschien die meneer van SVP, ja, bijvoorbeeld. Want waar ik tegenaan loop bij mijn projecten... dat heel veel projecten volgens dat principe design, even kijken, DBFMO, worden aanbesteed. En dan moet ik mijn randvoorwaardelijke dingen moet ik daarin zetten voor natuur inclusief bouwen. En misschien kan er iemand op ingaan, hoe kan ik dat nou doen? Want heel vaak mag ik niet zeggen, ja, je moet bij zoveel zijn of je moet dit kastje daar inbouwen. En ik wil ook niet in termen van zoveel kastjes... nadenken. Nee, ik wil dat die initiatiefnemer zelf gaat nadenken en de juiste mensen in dienst neemt, hè, met wie ik om de tafel kan en later staan om inderdaad goed natuur inclusief te kunnen gaan bouwen, omdat ik zelf al die ideeën ook niet heb. Nee. Oké, wie kan hier antwoord op geven? Ja, toch? Gaat het zo? Kan het ook versterkt? Want we moeten even kijken welk nummer het ook alweer was. Moet hij via die? Ja, nee, volgens mij kan het wel, ja. Ja, het is wel een hele interessante vraag, maar ik denk, er is niet één antwoord op, maar ik denk dat je best in zo'n contract kan vast, wij werken er vaak ook mee aan de andere kant, zeg maar, als we met een aannemer meedoen, dat je in zo'n contract best kan vastleggen wat het aandeel natuur in een plan moet zijn. He, dat kan je gewoon knetterhard vastleggen in een oppervlak of een bebouwingspercentage, dat is al een hele simpele. En vervolgens kan je het voorbeeld... Het hele simpele voorbeeld van het wijkje wat ik liet zien. Dat is eigenlijk een heel klein wijkje. Maar wat ook heel belangrijk is voor de dieren, is dat er een soort van... Voor de mensen, wij hebben altijd infrastructuur nodig. Want we hebben allemaal auto's en dat soort dingen en fietsen. Maar dieren hebben ook infrastructuur nodig. Hè. Je ecologie heeft ook infrastructuur nodig. Dat je zegt van nou ja, wat je ook aanlegt voor je ontwikkeling, zorg dat het natuurtraject daar ook... Laat het maar zien dat dat er ook in zit. Dus je kan het bijna... objectief afdwingen dat ze moeten laten zien dat ze daarop ontworpen hebben. Dus letterlijk in hoeveelheid, maar ook in structuur. Dus die twee dingen zou ik aanraden om als eis in een contract te zetten. En vervolgens is het misschien ook wel handig, ik ben even de naam, de spreker die we net hoorden. Wat jij net zei, dat je het... De aanbeveling op basis van analyse doet. Hè? Dus dat je zegt van dat je van tevoren even een onderzoekje doet. Wat is de grondsoort? Wat voor dieren zitten er? Wat is kansrijk? Dus niet zomaar iets doen. Maar dat je aansluit op wat bij het gebied, bij de plek, bij de grond, bij de omstandigheden, wat kansrijk is. Dus dat zou ik erin verwerken in de eis. Helder antwoord zo. Helemaal. Als er nog aanvullende dingen. Ja, of heb je nog een aanvullende vraag eventueel? Oh, die presentatie, ja. Dus als de presentatie, als die beschikbaar is om daar eventueel... Dus benieuwd naar de presentatie vanwege houvast om in contact te komen en dat contact kan gelegd worden. We blijven hier nog wel even, dus de contacten worden overal gelegd waar je bij staat. Wie heeft er nog een vraag? Daarboven is nog een vraag. Ik kijk even of ik die kant op kan lopen. Zeg even waar je van bent en wie en wat en hoe. Hallo, ik ben Aart Simons, ik ben ecoloog. Ik ben met mijn eigen bedrijfje en vooral met vleermuizen bezig. Hallo. Ik heb een vraag aan Marcel over de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ik vroeg me in eerste instantie af, de bomen die nu geplant zijn, die staan eigenlijk direct aangrenzend aan die grote bezinktanks.
Hoe gaan ze ermee om als er straks blad in die tanks valt? Is dat een probleem of is dat gewoon prima? Nee, dat is geen probleem. Daar hebben ze geen moeite bij. Dus die bomen kunnen hoog genoeg worden. Het is een nieuw procedé. Even daarop, het heet Nereda. Het is een heel snel procedé. De meeste rioolzuivering in Nederland werken met trage bezinking. Hier wordt echt die lucht ingejaagd. De omloop is heel snel. Dus als daar wat invalt, is het niet erg. Op een van mijn foto's kon je zelfs zien dat er al boompjes beginnen te groeien. Bovenin die zuivering. Dus die groeien op plekken waar ze niet... Die worden wel weggehaald. Maar blad is geen enkel probleem. Okay. En nog over diezelfde installatie. Ik zag die winterverblijfplaatsen, die waren geplaatst. Maar ze waren 2x5 ja. qua afmetingen. Ja. Over het algemeen geldt er een regel dat alle verblijfplaatsen een invliegopening hebben van 3 meter hoogte, minimaal. Ja. En het leek bijna alsof ze verkeerd omgeplaatst waren, want de invliegopening leek lager dan 3 meter. Nee, er is in principe, dat is wat ik net zei, er is een deel nog niet goed, de afdichting aan de zijkant is er nog niet goed gedaan. Okay. Die is nog onvoldoende dicht, dus er zitten nog te grote openingen in. Ja, maar het is wel de bedoeling dat die invliegopening hoog komt, anders dan is het natuurlijk onveilig, van dan kunnen er... andere dieren ook in om ze weer op te eten terwijl ze slapen. Oké, okay. Nee, ja. Dat waren Bedankt. Maar dat zijn wel dingen die hele precieze controle vergen in de uitvoering. Omdat, ja, dat weet niemand en iedereen, of ze smeren het helemaal dicht, of dus dan moet je bijna letterlijk naast gaan staan. Ja, nee, dat is inderdaad. Vaak was wat er na de planning gebeurt, is dat de uitvoerder dat vervolgens verkeerd interpreteert of denkt, oh, dit klopt niet volgens de tekening. Ja, het is dus hier ook voor een deel gebeurd. Ja. Niet af, dat moeten we nog corrigeren. Ik snap het. Oké, okay, bedankt. Dat. Nou, heel opmerkzaam, heel goed. Wie heeft er nog een aanvullende hier? Kijk even naar de organisatie, hoeveel vragen hebben we? Ja, volgens mij kunnen we nog wel een... Wat was het? Hier, hè? Ja. Ja. Hallo, Joost Gerards, bij diverse organisaties actief. Ik vroeg me af de verschillen in realisatie van voorzieningen in de verschillende steden, of daar... een toelichting opgegeven kan worden. Waar waren de knelpunten waarom het in de ene stad wel tot veel voorzieningen leidt, in Eindhoven bij wijze van spreken, en in Breda nauwelijks, in vergelijking. Dus de verschillen tussen de steden. Nou, misschien kunnen we dat even meenemen straks, want er is na de pauze, is er een, dat is wel leuk, want in het programma staat een ronde tafelgesprek, dus ik weet niet precies waar deze vorm vandaan komt. Maar aan die tafel vindt er zometeen een gesprek plaats. En dan komen de vertegenwoordigers uit al die verschillende steden. En die gaan daarna de pauze. Dus je wordt op uw wenken bediend zometeen. Maar dus voor de mensen voor zometeen nog wel, neem die vraag mee. Wat de verschillen zijn. Er was hier nog een... Hi, Ingrid Sloots, Nest. Onder andere met Noor bezig. Op de vraag van het Rijksvastgoedbedrijf kan ik ook helpen. Wij zijn onder andere ambassadeur natuur inclusief bouwen en zijn heel veel gemeentes aan het helpen om te zorgen dat ze niet allemaal dat wiel hoeven uit te vinden, die jullie ook proberen uit te vinden. Maar daarnaast was mijn vraag aan de verschillende vleermuisexperts hier. Zou je van een gebouw ook een echt goed fourageergebied kunnen maken? Dat vragen wij ons dus af. En zijn daar dan hele goede voorbeelden van? Echt een goed fourageergebied, dus dat gaat weer een stap, echt een behoorlijke stap verder. Wie kan en wil daar eventueel antwoord op geven? Kijk eens aan. En zo meteen, maar eerst antwoord geven en dan meteen de vraag eraan gekoppeld. Oké. Nou, ik denk dat het wel kan. Een van de voorbeelden is wat je nu heel goed kunt zien. Het is nu de tijd dat vleermuizen ontzettend moeten opvetten voor de winterslaap. Dus waar nu insecten zijn, daar vind je vleermuizen. Welke plant bloeit er nu? Dat is de klimop, een klimplant. Die kun je heel goed tegen muren op laten klimmen. En waar de combinatie is van veel nachtinsecten, nachtvlinders bijvoorbeeld, en luwte, wat gebouwen ook kunnen zorgen, kun je dus heel goed fourageergebied vormen voor vleermuizen. Dus dat kan zeker wel. Oké, okay, en er was nog een laatste vraag eventueel. Dat is wel de laatste vraag, denk ik, want wij gaan, anders wordt de pauze wel heel kort. Nou, ik had één vraag. Ik ben Erik Koster, ik werk bij de zoogdiervereniging. Ik zat in het filmpje ook. Ja. Wat me opvalt eigenlijk vaak bij de natuurinclusief projecten die wij zien, is dat er toch wel een soort van scheiding is in twee richtingen. Heel erg het wat wij dan vanuit de vogelbescherming en zoogdiervereniging heel erg doen is inzetten op die natuur en de omgeving en op de verblijfplaatsen in de gebouwen. Dus geen kastjes aan de gebouwen, maar integreren van verblijfplaatsen in de gebouwen.
En we zien een andere groep die zich heel erg bezighoudt op biobased en meer op de omgeving en op nestkastjes. Waarbij er soms wel een belemmering lijkt te zijn om echt te gaan inbouwen. We hebben jarenlang heel slordig gebouwd. Met alle fijne dingen voor de vogels en de vleermuizen die van die gebouwen gebruik maken. Is het nou zo, dat vroeg ik me af, en dat is een vraag voor het project die zich bezighielden met het biobased, waar ik eigenlijk dat inbouwen miste. Van, is daar een reden voor dat het in dat soort projecten vaak ontbreekt? Het inbouwen van voorzieningen. Het inbouwen van voorzieningen. Nou, dan gaan we even naar de afdeling biobased. Die zit er volgens mij hier nog aan deze kant. Dus, meneer Hofman. Sta ik aan? Nee. Ja, of anders pak deze even, ja. Wij zijn groot voorstander van inbouwen, kan ik hierbij zeggen. We hebben het stadskantoor Tilburg, wat je nu ziet, daar zit, is een van die voorbeeldprojecten die wij heel veel, eigenlijk voor allerlei soorten dieren, vleermuizen, maar ook andere vogels, kasten hebben ingebouwd. Dus wij zijn daar helemaal geen probleem. Ook zelfs wat we hebben die groene gevel gemaakt. Ja, dat zijn natuurlijk artist impressions, maar in principe zitten daar toch ook allemaal, op allerlei plekken zitten daar kastjes ingebouwd. Dus eigenlijk doen wij het standaard bij al onze projecten, bouwen wij van alles in. En dat is ook een van bijna de makkelijkste manieren om een steentje bij te dragen. Dus dat. Dus het gebeurt en het. Ja. Oké, is gecoverd. Dankjewel. Dank u wel ook voor de vragen. Wij gaan even kort pauzeren, kwartiertje ongeveer. Dus om 9:50 schat ik zo'n beetje, dan gaan we hier weer verder. Tijdens de pauze, u kunt daar wat drinken. We kunnen ook, kunt als u wil ook een stukje tentoonstelling bezoeken. Mocht er iemand een toilet willen zoeken. Ja, dat is soms een beetje een zoekplaatje, maar dat is hier naast de trappen. Ga je gewoon hier de gang in en daarna een meter of 400-500 is dan de rechter, aan de rechterkant. Dus hier de gang in en dan aan de rechterkant. Graag om 9:50 uiterlijk hier weer beginnen. Tot zo. Ja, dat is. Het is mooi. Mijn microfoon wordt aangezet terwijl de techniek nog bezig is om iemand te zenden. Dat gaat allemaal tegelijk. Ik wil even een applaus voor de technici van vandaag, van de Klunder. Het is een prachtig gebouw hier. De techniek is altijd. Je ziet die prachtige doeken hier van het textiellab. Die hier ook zorgen dat de akoestiek enigszins goed blijft. Natuurlijk prachtig oud gebouw. En heerlijk dat het opnieuw gebruikt is en gebruikt wordt. En akoestisch zitten er wat uitdagingen aan. Maar het is wel allemaal verstaanbaar, toch? Alles is goed. Alles is helemaal goed. We gaan straks hebben we dat driehoekige ronde tafelgesprek waar ik het zojuist over had. Dat ervaringen worden uitgewisseld tussen de stadsecologen van de verschillende gemeenten die de afgelopen jaren zich bezig hebben gehouden met natuurinclusief bouwen. Maar we gaan nu eerst naar de stadsnatuurkaart of stadsnatuurroute of hoe het dan ook precies genoemd gaat worden. Die wordt nu gepresenteerd, gelanceerd. En ja, deze twee die staan hier op het podium om daar alles over te vertellen. Anneke Moors en Piotr van Kan. Dankjewel. Allereerst misschien een beetje een kader. Ik kan me voorstellen dat in dit gremium niet iedereen weet wat Kunstlok Brabant is. Wij zijn de kennis- en uitvoeringsorganisatie van de provincie Brabant op het gebied van kunst en cultuur. En een van de pijlers waar wij op richten is het laten zien hoe creatieve makers van meerwaarde kunnen zijn bij maatschappelijke opgaven. In dit geval klimaatadaptatie en het ontwikkelen van stadsnatuur. Dan naar de stadsnatuurroutekaart. Ja, jullie krijgen hier nog geen lancering van de stadsnatuurroute van Tilburg, maar een preview. Het idee is dat het concept is ontwikkeld door Kunstlok Brabant samen met B5-ecologen. En het idee is om stapsgewijs een aantal routes op te leveren van stadsnatuur. En we beginnen met de kaart van Tilburg in samenwerking met de ecoloog van Tilburg en Piotr van Kan, experience designer.
Wat wij willen met die kaart is het maken van een serie van stadsnatuurroutes. Waarbij je een aantal bestaande groenplekken ziet. Waarbij we ook willen laten zien dat achter veel groenplekken ook de hand van een kunstenaar, vormgever, landschapsarchitect of architect zit. Maar op de kaart komen ook een aantal uitdagingen. En dat is heel bewust omdat we ook bewoners, creatieve makers, studenten willen betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat we aan alle steden hebben gevraagd om een aantal thema's te kiezen die passen bij het lokale DNA. Zodat je met de stadsnatuurroute ook een route door de geschiedenis van de stad maakt. En het is ook om erop te wijzen dat er echt kansen liggen voor creatieve makers en steden om die nieuwe groenstructuur, die nieuwe groenlaag te benutten. Om die zodanige vormen te kiezen dat je daarmee ook de identiteit van je stad kunt versterken. Ik geef nu graag het woord aan Piotr van Kan over zijn aanpak. En daarna komt Misha nog iets vertellen over de insteek van Tilburg. Ja, dat klonk mij als experience wel leuk in de oren. Want ik had zoiets van, ja, ik vond het een heel mooi idee. Als experience designer ben ik eigenlijk altijd bezig met bepaalde informatie of een concept omzetten in een interessant en aantrekkelijk beeld. En ik denk dat natuur in een stad meer aandacht verdient dan dat het soms krijgt. En op deze manier, met deze gedachte ben ik eigenlijk aan de slag gegaan om de stadsnatuur en de punten die echt aandacht verdienen, om die op een levendige manier, zo levendig als dat het groen zelf is, weer te geven in de stad. En jullie krijgen eigenlijk als allereerst een soort kleine preview in het concept en eigenlijk in de ontwikkeling van deze route en de bijbehorende kaart. Ik heb eigenlijk de stad Tilburg, veel zullen jullie het wel herkennen op deze manier, gevisualiseerd. En daarbij is een route ontwikkeld die eigenlijk alle belangrijke plekken in de stad aanstipt. Dus slingert door de stad heen en deze route neemt je eigenlijk mee naar de mooie, bijzondere, natuurlijke plekken in de stad. En deze plek heb ik eigenlijk stuk voor stuk weergegeven op een levendige manier en ook met de kenmerken van deze plek. Dus hier zie je bijvoorbeeld het spoorpark, wat echt een, naar mijn idee ook een heel succesvolle groene plek in de stad is geworden. En zodoende neemt de route hier mee langs deze groenzuilen. Het Wilhelminapark. Zo stapsgewijs komen eigenlijk alle plekken in de stad extra naar voren. En dat is eigenlijk het doel van deze kaart. Dat wij uiteindelijk gewoon een kaart hebben waarvan mensen in een één oogopslag zien van wow, dit zijn de bijzondere plekken in de stad waar veel gebeurt met groen of waar nog veel meer kan gebeuren met groen, ook in samenwerking met kunstenaars en dit soort interessante gebeurtenissen die, waar een stad echt wel om vraagt. Mooie wolkjes erbij. Ik geef dan nu het woord aan Misha. Dankjewel. Ja, doe dat hoor ik al. Waarom? Er werd aan ons ook gevraagd: wat wil je meedoen, hè? Aan de stadsecologen? En het idee is superleuk. Maar ik moest wel eerst kritisch nadenken. Want er werd gevraagd van: we moeten creatieve makers ook helpen om de stad beter te maken. Dat betekent dat ik moet ook zeggen: van de stad is nog niet goed. En dat vind ik als ecoloog al pijnlijk, want ik denk van: we hebben een fantastische stad en het ziet er allemaal mooi uit. Maar die route die we maken, die helpt wel om het verhaal te vertellen. Dus we kunnen door middel van allerlei soorten die hier in de stad zitten, en ik moest natuurlijk de vleermuis niet vergeten, om allerlei soorten die in de stad zitten je verhaal te kunnen vertellen. En een ander belangrijk iets is het DNA. Voor Tilburg hebben we vier typen groen eruit gehaald die je op de route tegenkomt. We hebben het fabrieksgroen genoemd. Dat moet je een beetje zien in de ruimste zin van het woord. Oude fabrieksterreinen, dit is het oude spoorpark. Als je er niet geweest bent, ga er alsjeblieft kijken. Het is echt een fantastisch park. Misschien niet vandaag, maar als de zon schijnt is het echt heel erg leuk.
En op deze plek is al heel veel aan natuur gedaan. Dus dit zijn de pareltjes die we hebben in de stad die heel goed zijn voor de biodiversiteit. Langs het spoor, ik kan hem niet aanwijzen, doe ik even zo. Langs het spoor, die hele dijk is inheemse beplanting ingezaaid. Spoor als ecologische corridor. Ja, ik word hier wel heel erg blij van. Van dit soort dingen. Dan hebben we ook hertgangen in Tilburg. Ik ga niet uitleggen wat hertgangen zijn, zoek maar een keer op. Leuk, maar vanuit, dit is de NS-plein, die ligt aan een hertgang, aan de oude plekken. Ja, dit is eigenlijk een zo'n punt, en het kaartje of de tekening ook, dat al een klein beetje, daar mag wel wat aan verbeterd worden, vind ik. Hij is een aantal jaren geleden aangelegd. Het ziet er best aardig uit. Hij ziet er eigenlijk nog mooier uit dan dat hij is, want de noordkant is... best steen. Er staan veel auto's. Dus ik vind echt, daar moet een verbetering plaatsvinden. Nou, ik hoop met deze kaart, precies wat Anneke in het begin zei, dat wij niet alleen moeten bedenken wat het is. Wij zitten, ik zou bijna zeggen, zitten vast in de dingen die we altijd gebruiken. En dat zijn best wel leuke dingen hoor, wat we allemaal doen. Maar ik wil ook nieuwe dingen doen en nieuwe dingen leren. Dit is een stukje, iets met innovatief groen. We hebben hier boomkorven geplaatst en daar klimplanten in. Dan denk je, ja, dat is niet zo heel bijzonder, maar we konden nergens bomen in die straat kwijt. Ja, ik wijs hier, die straat ligt daar ergens. Maar we konden geen bomen in die straat kwijt vanwege kabels en leiding. Het ligt daar helemaal vol, profiel. Maar dan denk ik, ja, kun je dan niet op een kunstmatige manier een boom maken? Dat bedoel ik niet nepgroen, hè, maar een ander soort boom. En als je nou een grote metalen zuil zet, je zet daar klimplanten in, die ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Die laat je mooi groeien, daar kan ook een hele mooie kroon op komen. Ja, in mijn ogen heb je gewoon een boom in je stad staan. Maar dit mag wel op kabels en leidingen. Ik vind daar iets van, maar dit mag wel, een boom niet. En toch heb ik hetzelfde beeld. Dan denk ik, hey, hartstikke mooi toch? Ja, zo zijn er volgens mij nog veel meer leuke ideeën om te doen. Andere is verborgen groen. Tilburg is een redelijk katholieke stad van oudsher. En we hebben heel veel oude kloosters, kloostertuinen. En heel veel plekken zijn echt verborgen. Dat is wel heel grappig van Tilburg. Als je door de stad heen loopt, dat als je niet door hebt dat achter die muur daar wat is, dan loop je er ook zo aan voorbij. Dit is de ingang van de kinderboerderij Maria Goretti. Toevallig in mijn wijk hier net achter. En daar loopt eigenlijk iedereen voorbij. En als je daar naar binnen gaat, dan loop je daar tussen de leuke bomen door. En in één keer kom je op een mooie open groene ruimte. Dus die verborgen plekken, die zijn er heel veel. Nou, dankzij deze kaart, wat wij kunnen maken, is we kunnen ons DNA, dus we kunnen ons verhaal vertellen. We kunnen de natuur eindelijk een plek geven. En we hopen iedereen uit te kunnen dagen die mee kunnen denken met ons. Zodat wij als gemeente weer dingen verder kunnen brengen. En nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen in de stad kunnen krijgen. De kaart is nog niet klaar, wat Anneke al zei. Het is een preview wat we hebben. Je ziet hier de overige plekken, die moeten nog allemaal gemaakt worden. Dus een deel daarvan zijn de plekken die goed zijn. En een deel daarvan zijn dus plekken waarbij we echt aandacht vragen. En iedereen oproepen, loop die route alsjeblieft. En geef ons ideeën, geef ons een nieuwe richting op waar we als gemeente aan kunnen werken. Om die natuur nog beter te krijgen. Dit was hem. Dankjewel. Mischa Sillissen en natuurlijk ook Anneke Moors en Piotr van Kan. Anneke van Kunstlok Brabant natuurlijk, ook in dit gebouw. En kom met ideeën, zei Mischa net, als het om ideeën gaat. En dat geldt ook voor ideeën rond stadsnatuur en wat, wat je nog meer zou kunnen doen. Het uitwisselen van ervaringen. Dan kun je ook bij de kenniscloud terecht. En de kenniscloud dat kun je vinden op www.lokhal.nl/stadsnatuur. En dan kom je ook weer in, bij de kenniscloud. En dan kun je dus allerlei dingen weer... dan kun je ook je ervaringen kwijt over vandaag eventueel. En ideeën. En zo wordt allerlei dingen uitgewisseld. En dat kan elkaar ook versterken. Goed, wanneer... Want hij zegt, het is er nog niet, maar wanneer is het plan dat het er zou kunnen gaan komen? Eind dit jaar. Ja, we gaan het proberen. We gaan proberen om dat eind dit jaar in de loop van volgende... Ja, stapsgewijs over een aantal maanden komen er nieuwe kaarten uit. Ja. Voorjaar. Ja. Komt eraan. Wij gaan naar het ronde tafelgesprek. De vraag is namelijk, wat voor lessen hebben we geleerd dus afgelopen jaren... En wat zijn de plannen voor de toekomst? En dat gaat dus om dingen doen en
daarvan leren en ook wel dingen vervolgens beter doen. En daarvoor vraag ik hier op dit podium, hier achter de tafel, de vijf stadsecologen van de vijf grote Brabantse gemeenten. Die kunnen hier achter plaatsnemen. Misha uit Tilburg, Ellen uit Eindhoven, zit daar Rombout uit Breda, Kees uit Den Bosch en Wouter uit Helmond. En secondanten zitten. En onder een luid applaus hoor ik gaan ze hier. Ja, dat is. Ja. Uitstekend. En, ja, en dat gesprek dat vindt plaats onder leiding van de gespreksleider van dienst van de zoogdiervereniging, Marcel Schillemans. Oh, die komt daar. Ik had je niet gezien. Oké, het woord is aan jullie. Nou, ik ga wel even naast jullie zitten. Zo, nou, welkom bij het niet ronde tafelgesprek. Ik ben ontzettend blij en vereerd dat ik dit gesprek met jullie kan houden. Want we zijn ooit in 2016 hier begonnen. We hebben nu weer een afsluiting hier van een aantal projecten. Maar B5 is dan de belangrijkste waar we vandaag over hebben. Oep. En die projecten zijn niet mogelijk geweest zonder jullie. Nou zijn jullie al geïntroduceerd bij naam. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn geweest eigenlijk vanaf het begin tot hier. En laten we eerst beginnen met hoe het was toen jullie in aanraking kwamen met natuur, inclusief bouwen en B5. En daar kloppen dan een vogelbescherming en een zoogdiervereniging aan de deur. Doen jullie mee? Ik stel voor dat we gewoon het rijtje afgaan, dus ik begin bij Wouter. Voor mij is het een jaar geleden geweest, ook al is het in 2016 begonnen. Ik ben het vorig jaar begonnen bij Helmond. En toen kreeg ik het project overgedragen. Toen waren grotendeels de kasten al geplaatst in principe. En ook al wel wat resultaten. Dat er vooral bij ons de gierzwaluw het goed doen. Dus ik ben vrij laat het project ingerold. Dus dat was mijn eerste interactie ermee. Oké, Kees? Ja, hetzelfde geldt ook deels voor mij. Want ik ben 2 jaar geleden begonnen. En toen was natuur inclusief bouwen al behoorlijk bekend en ook goed ontsloten qua internet en zo. Ik kon verwijzen naar een website waar dat te vinden was. Dus daar ben ik op voortgegaan met de groennorm en dat soort dingen. Ja, ja, Ella. een oud gediende. Nou ja, in 2016 inderdaad belde Stefan mij. En ik zat zelf net op een nieuwe functie. Dus ik was eigenlijk wel heel blij met Stefan, want ik dacht, wow, die gaat mij helpen. En mijn voorganger was er al wel actief mee. We hebben een trefpunt Groen Eindhoven die met vrijwilligers actief is en die ook al daar ver mee was. Maar voor mij was het best een nieuw onderwerp. Dus ja, blij. En nieuw voor mij, maar niet voor Eindhoven, denk ik. Ja. En hoe was dat voor jou, Micha? Ik was er ook heel blij mee en had ook te maken, wij waren bezig met een soort managementplan en een gebiedsontheffing. Dat is allemaal juridisch gedoe, maar daar moesten ook al allerlei kasten en dingen ingebouwd worden. En alsof het wisten, geen idee, maar dit hielp heel goed en ook aan draagvlak en om die communicatie mee te geven. Dus ik voelde in één keer van, ik hoef het niet alleen te doen. Als gemeente bedoel ik dan, en niet ik, maar we hoeven het niet alleen te doen, maar ook de zoogdiervereniging Vogelbescherming. Dus er is veel meer interesse om dat allemaal te doen. Dus de timing was voor mij echt perfect. Nou, altijd fijn om te horen. Ja. En van jou, Rombout? Ja, in Breda was het toch een moedje. Met name vanuit de wet natuurbescherming werd natuurlijk natuurlijk gebouwd. In ieder geval werd af en toe een nestkast ingebouwd als de wetgeving dat vereiste. En dat was denk ik goed, zeg maar, om dit project en die ommezwaai te maken en te erkennen dat die ook de, zeg maar, dat zo'n stedelijke omgeving niet alleen vanuit een wettelijke basis heeft, maar ook een meer intrinsieke basis, zeg maar, als leefgebied voor heel veel soorten die in de stad kunnen leven. En met dit project was een heel mooie aanleiding om dat gesprek erover breed te starten binnen de organisatie van de gemeente Breda. En heb je dan ook gemerkt in de loop van die 5 jaar, hè, dat is echt, loopt al heel lang, dat het gesprek anders is geworden, makkelijker is geworden? Wat zijn voor jou de lessen die je hebt geleerd, de grootste uitdagingen die je hebt gezien?
Ja, het is zeker makkelijker geworden. Want ik bedoel, we begonnen als een steltje gesjeesde stadsecologen, zeg maar. En je ziet dat je toch met een hele coalitie of de willing, zeg maar, inmiddels zit. Hè. Dus zowel projectontwikkelaars als vrijwilligers. Je merkt dat over een heel breed front, zeg maar. Zelfs Hugo de Jonge doet tegenwoordig mee, iedereen daarmee bezig is. Dat heb je wel zien ontstaan, zeg maar. En ik denk dat, zeg maar, die wettelijke basis daarvoor belangrijk is geweest. Daar hadden bouwers al een beetje ervaring natuurlijk met die inbouwkasten. En dat we met dit project, zeg maar, dat verder hebben kunnen uitbreiden. En een soort olievlek, zeg maar, hebben kunnen verspreiden over Brabant. Ja. En geldt dat dan ook voor jou, Elle? Ik vraag het even aan de oud-gedienden onder de 5 ecologen. Dat het meer is gaan leven in de stad, dat het makkelijker is geworden. Ja, ja. Of heb je ook nog andere ervaringen opgedaan tijdens die 5 jaar? Kijk, je hebt natuurlijk een intern iets, hè, intern in de organisatie en dan naar buiten toe. Het mooie van het project was dat we in het begin meteen heeft Stefan een presentatie gegeven. En projectleiders kwamen echt naar me toe daarna van, we hebben een project en Elle, waar kunnen we die kasten krijgen? En hoe kunnen we daarmee aan de slag? En extern hadden onze vrijwilligers, samen met de vogelbescherming en de zoogdiervereniging, gingen die naar de corporaties en praten. En is dit deze kast zo goed of waar kunnen we die kast op hangen? Dus er ontstond iets, voor mijn gevoel. Mm-hmm. En het kwam echt meer... We hebben zelf ook een leaflet toen ontworpen en gemaakt, zo van om mee te geven bij projecten. En het is meer een onderwerp van gesprek geworden, ja. Ja, dat is hartstikke goed om te horen. Ik denk dat dat in Tilburg ook zo is gegaan, onderwerp van gesprek. Het is bijna hetzelfde. Vooral de leuke verschuiving die ik vind is, we zijn van wettelijk naar proactief gegaan. Dus in het begin was het vooral van, je moet wat doen. En nu komen de ontwikkelaars en architecten naar ons toe van, kunnen we ook wat doen? En wat kunnen wij bijdragen? Dat vind ik in die 5-6 jaar echt een enorm verschil. En wat is dan de grootste hobbel die je eigenlijk hebt moeten nemen? In die gesprekken met de projectontwikkelaars, met de woningcorporaties? Deels is het inzien en ook om duidelijk te maken van, als je nou zorgt dat de hele stad bedekt is met nestplaatsen, dan is het ook allemaal niet zo erg als er weer eentje verdwijnt. Dus we waren heel erg bang in het begin, maar vooral het juridische, bang van, ja, maar als ik straks een vleermuis heb, dan mag ik niks meer. Dan denk ik, ja, volgens mij ben je dan klaar met je gebouw van zoveel jaar. Maar doordat je al die gebouwen geschikt maakt, dan is het ook niet zo erg, want je hebt altijd weer een alternatief. En bij die eerste paar was dat heel stroef. Want ze zeiden van, ja, dan zijn wij de enigen die dat doen. En je merkte dat dat wel langzaamaan begon te doen. Die proactief, dankzij dit project, hebben we proactief dus allerlei dingen kunnen bouwen. En toen zag je van, oh, er beginnen overal allerlei kasten te komen. Dus het wordt het gaat steeds makkelijker. Dus dat, ja, super. Ja, dus dat is eigenlijk de kracht van het getal, de kracht van samenwerken. Met z'n allen maak je het voor iedereen eigenlijk makkelijker. Ja. Is dat dan ook een onderdeel van basiskwaliteit van een stad? Zou je het zo kunnen noemen, Rombart? Werken jullie daaraan in Breda? We hebben als stip op de horizon stad in een park gekozen. Dus we willen in 2030 de eerste Europese stad in een park zijn. Nou, daar zijn andere medebewoners van de stad zijn daar natuurlijk ook deelgenoten van. Dus wij merken wel dat zo'n stip op de horizon, die ver weg staat en deze beweging, zeg maar, die op korte termijn heeft gespeeld. Dat werkt heel erg mee. We hebben nu een redelijk ambitieus groenbeleid vastgesteld met groennormen. Dus een bepaald percentage van ontwikkeling moet groen zijn. Er moeten een aantal doelsoorten worden gekozen. Dus in die zin, zeg maar, zijn we nog steeds wel een beetje met moeten bezig. Hoor ik mezelf terug, zeg maar. Maar je merkt wel dat het ook wel makkelijk geaccepteerd wordt bij de ontwikkelaars. Ik heb niet het idee, als ik in een gesprek met de ontwikkelaars zit, dat als moeten wordt ervaren, zeg maar. Ze zien zelf ook wel de pluspunten hiervan in. Ja, dat brengt mij eigenlijk een beetje naar de toekomst. Ik heb vandaag ontzettend veel gave verhalen gehoord. Waar ik in ieder geval heel blij van word. En waar ik ook een hele andere stad voor in de toekomst van zie. Maar om dat allemaal voor elkaar te krijgen, moeten er allerlei dingen geregeld worden in gemeentes. Het natuurinclusief bouwen en ontwerpen moet gefaciliteerd worden. Dus ik vraag me eigenlijk af, wat is nou eigenlijk allemaal geregeld in jullie gemeentes? Om in de toekomst dit veel makkelijker te maken. En ook, wat is misschien nog niet helemaal goed geregeld, dan zou eigenlijk nog beter moeten. Ik ga denk ik gewoon weer even het rijtje af. Dan beginnen we bij mij. In Helmond is eigenlijk nog niet heel veel geregeld.
In ieder geval hard geregeld, laat ik zo zeggen. Qua beleid hebben we wel, maar het is vrij soft of het is vrij fluïde, zeg maar. En dit project heeft ook eens aangespoord, ook kijken naar het beleid wat de andere B5-gemeenten hebben, om een goed beleid op te stellen dat ook vast komt te liggen in omgevingsvisie, waardoor je dus bijvoorbeeld een puntensysteem of een groen kompas of iets dergelijks, en dan daarop voorbouwen dat je een bepaalde basiskwaliteit krijgt in nieuwbouw en dergelijke. En speelt dan ook mee, gaan jullie dat zelf ontwikkelen? Of is dat dan juist van, goh, er zijn misschien wel hartstikke goede voorbeelden? Ja, we gaan het wiel niet opnieuw uitvinden. Dat lijkt me onzinnig om dat te gaan doen. Het lijkt me beter om het wiel te verbeteren. Dus er zijn al diverse beleidsstukken geschreven in de andere gemeenten. Waarom zouden we dat opnieuw gaan liggen schrijven als we het ook kunnen verbeteren? En daar kunnen we ook weer dat met elkaar delen. En zo kunnen we het beleid in alle gemeenten verbeteren. Ja. En hoe is dat in jouw stad, in Den Bosch? Ja, en de gemeente Sertogenbosch die heeft wel een groennorm. Die valt uit in een kwantitatief deel en een kwalitatief deel. Het natuur-inclusief bouwen is onderdeel van de biodiversiteit, het kwalitatieve deel. En daarnaast is er ook een kwantitatief deel dat vastgesteld is hoeveel groen er moet zijn in alle delen van de stad. En zodat er ook op gestuurd kan worden. En ook in bestemmingsplannen dat zo uitgewerkt kan worden. En dat, naar mijn idee, biedt dat veel voordelen. Daarmee wordt het concreter en zijn verschillende opties vergelijkbaar. Dus daar zijn we wel blij mee. We zien met het vertrouwen de toekomst tegemoet. Er liggen er nog wel ook uitdagingen met de verstedelijkingsopgave en zo. Wordt er ook in het stedelijk gebied veel opnieuw ontwikkeld. En dat zijn wel uitdagingen waar we nog wel voor staan. En dan vroeg ik me ook af, hè, tijdens de eerdere sessies, kwam ook de vraag naar voren, hoe komt het dat er zoveel verschillen in de steden zitten qua inbouwvoorzieningen? Denk je dat dit bijvoorbeeld daar een rol in kan spelen? Dat in de ene stad het al onderwerp van gesprek is, dat er al iets van regelgeving is of beleid is, en daarom was het makkelijker om stenen in te bouwen? Ja, elke gemeente heeft weer zijn eigen cultuur, denk ik. En ook de rol van de ecoloog is net weer anders. Het zit ook anders in de structuur. Dus ik zie daar ook met de omgevingswet wel allemaal dingen gebeuren die overal anders zijn en andere vormen krijgen. Ja, en elke wethouder wil ook zijn eigen stempel drukken. Dus ja, ik heb er wel een verklaring voor, maar geen oplossing. Laten we het daar maar bij houden. Ja. En Elle, ja, kampioen stenen. Ja. Ja. Komt dat door alle regels en beleid wat al in place was? Of? Ik heb geen idee hoe het komt. Ik ben er wel aap trots op natuurlijk. Maar ik weet niet waar de verdienste vandaan komt. We hebben het goed gedaan. Nou, daar ben ik trots op. Maar ook bij ons is er nog heel veel te doen. Ook wij hebben een woningbouwopgave die enorm is. En heel weinig ruimte. We hebben wel de norm dat er per woning 8 vierkante meter groen bij moet komen. Nou, dat zijn heel veel voetbalvelden bij elkaar. In een stad waar eigenlijk weinig ruimte is. Dus dat is een uitdaging. Dat is de kwantiteit. En we zijn nu ook hard bezig om te kijken hoe we dat dan ook kwalitatief enigszins kunnen borgen. En daar ook een tool voor aan het ontwikkelen. En wat denk ik bij ons ook een mooie ontwikkeling is, er zijn heel veel ontwikkelingen. Ik zit net al na te denken, wat ga ik nou zeggen allemaal en wat ga ik niet zeggen. Om dat vervolgens ook weer te vergeten. Maar waar we in ieder geval wel heel veel aandacht op dit moment voor hebben en steeds meer krijgen, is die ondergrond. En die beplanting die we neerzetten, om die in ieder geval ook een goede groeiplaats te geven. En wij denken dat het verschrikkelijk belangrijk is. En daarnaast hebben we een hele mooie watertool die ook alweer wat natuurinclusieve voorzieningen meeneemt in de tool. En die zijn we aan het uitbreiden met een tool om dan die kwaliteit, zeg maar, meer handen en voeten te geven. Mm-hmm. Nou, dat zijn zo een paar van die dingen. Maar ja, ik hoop ook vooral ook heel veel te leren. En ook wat Misha net zo mooi zei, om ook... ja, geïnspireerd te worden steeds, want dat heb je gewoon nodig, denk ik. Dus eigenlijk moet iedereen met een goed idee bij jou aankloppen.
Ja, ja, bij ons denk ik. Ja. Ligt een uitdaging, ja. Hè, mensen. Ja, ja, ook wij willen het wiel alleen maar verbeteren. Ja. Of niet opnieuw uitvinden. Dus geweldig wat er allemaal gebeurt. En wat vogelbescherming, een synchroom. Wat er allemaal ontwikkelt en wat er gebeurt. Ja, ik hoop dat we nog meer tools krijgen. Kunnen we regelen. Ja, mooi. Denk ik dan. En over regelen gesproken, Micha. Ja, SNP in de broekzak. Had ze klats. Dat is een van de eerste in Nederland. Dat klinkt alsof er heel veel geregeld is in Tilburg en er niks meer geregeld hoeft te worden. Is dat zo? Ja, was dat maar waar. Dan kon ik nog meer achterover zitten. Dat zou heerlijk zijn. Nee, we zijn nooit klaar. Ik ben wel heel trots op het SNP wat we hebben. Die zijn we aan het verlengen en uitbreiden voor de hele stad, voor het hele woningbouwdeel. Dat biedt echt heel veel perspectief om sneller te kunnen bouwen, maar ook dus heel veel maatregelen te treffen voor alle flora en fauna. Dus dat gaat wel hand in hand. En niet wat ik wel eens hoor van, dan heb je een vrijbrief. Nee. Dus daar ben ik wel super trots op dat we die hebben. Een ander punt is onze stadsnatuurkaart. Die is begin dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Dus de ecologische dooradering door de stad heen. Die heeft de raad unaniem besloten bij ons. Daar ben ik ook wel heel erg trots op. Dus natuurinclusief bouwen is natuurlijk niet alleen het gebouw. Dat gaat over alles daar rondomheen ook. En dat laatste, dat had de wethouder al gezegd, ons puntensysteem. Dat is een analogie wat Amsterdam heeft en Den Haag heeft. Weet je wat jij straks ook al zei, van je moet het wiel niet uitvinden. Hebben wij daar ook niet gedaan. We hebben gekeken, wat heeft Amsterdam gedaan, wat heeft Den Haag gedaan. Dat klinkt dan netjes, hè? Die adopteer je, oftewel je jat ze. En dan maak je hem beter. Dus probeer daar weer iets beters van te maken. Nou, die hebben wij tot ons genomen. En daar weer een nieuwe versie, aangepast op Tilburg, voor gedaan. Die is verplicht voor alle eigen gronden en gebouwen. Dus we hebben dat onszelf opgelegd om ook het goede voorbeeld te geven. En we willen het straks eigenlijk gaan verplichten voor iedereen. Juridisch is dat nog wat lastig. Maar in de omgevingswet, als die ooit in mocht gaan. Maar goed, ik weet het niet. Dat biedt wel heel veel kansen daarvoor. Dus er is wel altijd gezegd van, zodra we hem ook juridisch beter kunnen regelen, dan gaan we hem regelen. En ja, omgevingswet zou daar wel een uitkomst in zijn. Maar wat ik leuk vind is dat de laatste zelfs een ontwikkelaar naar ons toe kwam en die zei van, ik wil graag aan jullie puntensysteem voldoen. Mag dat? Dat ik al denk van, ja, natuurlijk mag dat. Maar dus ik vind het zo leuk dat het uit de markt al komt. Dus niet dat wij moeten zeggen van, wil je alsjeblieft proberen jouw hele ontwikkeling daaraan te voldoen? En dan gaat het plan echt aanpassen om nog meer punten te kunnen halen. Dus hij wil daar gewoon aan voldoen. Terwijl wettelijk zou hij dat niet hoeven. Het is een braakliggend terrein waar hij iets gaat doen. Dus ja, daar ben ik wel super trots op dat dat gebeurt. Dus dat de markt daarmee komt en niet wij alleen. En hoe is dat dan in Breda, Rombout? Want we zijn ook aardig bezig, heb ik ondertussen begrepen. Ja, eind verleden jaar hebben we een nieuw groenbeleid vastgesteld. Het groenkompas. Daar zitten groennormen, net zoals in Den Bosch, kwantitatieve groennormen. Dat betekent dat je afhankelijk of je grondgebonden of niet grondgebonden woningen neerzet, dat je 20-35% van een plangebied groen moet inrichten. Nou, de helft daarvan moet je biodivers inrichten. Waarbij je in het centrumgebied ook op het dak mag kijken. En daarnaast moet je een aantal doelsoorten kiezen. En die doelsoorten vragen we die om die af te stemmen. We hebben de stad in een soort stadslandschappen verdeeld. Om die af te stemmen, zeg maar, op het stadslandschap waarin je bevindt. En op die manier proberen we ook echt bijvoorbeeld corridors voor de eekhoorns van het ene bosgebied ten zuiden van Breda naar het bosgebied ten noorden van Breda door de stad heen te maken. Ja, ik zie dat het werkt. Ik zie ook inderdaad, als ik nu een ontwikkelvisie krijg van een ontwikkelaar, dan staat er vaak al netjes een rijtje met doelsoorten in, zeg maar, die geacht worden als medebewoner van die ontwikkelingen te gaan gelden. En is het dan voor jou, wat jou betreft, van nou oké, als dat geregeld is, dan is het ook voor in de verre toekomst geregeld? Of heb je, nou ja, een aantal uitdagingen, denk ik. Kijk, in het park. Kijk, met gebouwen richten we ons bijvoorbeeld nu echt op de traditionele gebouwwonende soorten. Terwijl we misschien best wel meer op een dak aan leven, zeg maar, dan zwarte roodstaarten. Hm. Of schoolexers. Dus daar is denk ik nog wel heel veel te winnen, zeg maar. Ook van, in die zin, natuurinclusief bouwen, daar beginnen we eigenlijk net mee, zeg maar, in ieder geval in deze omvang. Dus daar is denk ik nog heel veel te winnen. Dus daar zie ik nog heel veel winsten. Ja, dus is jou dan jouw wensdroom alles natuurinclusief? Vanaf ja, nu gewoon? Ja, misschien zelfs alles natuur. Hè? Zodra je het woordje inclusief kan weglaten, zeg maar, dan heb je het goed gedaan, denk ik. Dus daar moeten we denk ik naartoe uiteindelijk. Ja. En als ik in twee zinnen de ultieme wens vanuit jullie als
gemeente-ecologen, stads-ecologen, voor in de pakweg de komende 10 jaar? Walter. Voor mij is het ook vooral bouwen om de natuur. Dus natuur als uitgangspunt nemen en daar omheen bouwen. Dus niet bouwen met natuur, maar natuur en dan eromheen bouwen. Dus dat je natuur als uitgangspunt pakt en niet het bouwen van de woningen. Ja, ja, ik denk dat het erg aansluit bij wat Victor ons vertelde. En ik zit net te bedenken, volgens mij, voor de mensen thuis of op kantoor via de stream, zal het misschien net niet lukken. Dat is een dakgoot, die kerf daar in die muur, dat is een ontwerp van Victor. Prachtig voorbeeld van dus eigenlijk met natuur bouwen. Ja, het is net niet om natuur heen bouwen, hè. Er moet nou eenmaal een bouwding staan. Maar even helemaal af van die regeltjes met een regenpijp is recht. Dat hoeft dus helemaal niet, zo kan het ook. Veel natuurlijker. Kees, wat zou jouw ultieme wensdroom zijn? Ja, dat de inwoners van de stad zich ook inspiratie vinden in de natuur. Ze zijn natuurlijk heel erg gericht op schermen. Mensen zijn heel erg naar binnen gericht op technologie. Maar dat mensen ook zich kunnen verhouden tot natuur of daar inspiratie uit doen. Daar energiekracht, voorbeelden van circulariteit. Natuur is denk ik een heel mooi beeld om je aan te spiegelen. En dat die natuur dichtbij is in de stad, lijkt mij is daarvoor natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, Ellen. Ja. De ultieme wensdroom. De ultieme wens. Ik zeg sowieso altijd, het is een heel veel tinten groen. En natuur is een van die tinten. En ik realiseer me dat je niet... Het is een stad, het is niet overal natuur. Maar ik zou het wel heel prettig vinden als het een volwaardig gesprekspartner wordt binnen projecten, binnen ontwikkelingen, binnen stadsontwikkeling. Nu valt het toch nog vaak van de tafel af, zeg maar. Dus van begin af aan de uitgangssituatie en volwaardig meedraaien. Ik denk dan kan ik met pensioen, denk ik. Ja. Nou, ik denk als we dat combineren met om natuur heen bouwen, hè, dan laat je eigenlijk natuur vanaf het begin af aan meespreken, dan kunnen jullie allebei met pensioen. Iets later. Huh? Op tijd. Misha, je hebt ongetwijfeld nog wel een plannetje in het achterzak. Ja, pensioen hoorde ik. ik ben voor. Mijn droom zou zijn, dat klinkt bijna juridisch hoor, maar dat de bescherming, de natuurbescherming, dat die echt helemaal overboord kan, omdat we het goed doen met z'n allen. Als we nou overal rekening mee houden, dan heb je die wet niet nodig. Die wet is een achtervang, omdat wij sommige dingen niet goed doen. En als we nou met z'n allen gewoon doen wat we moeten doen en zorgen voor het leven, andere leven dan de mensen bedoel ik dan, dat we daar volwaardig rekening mee houden, dat denk ik, ja, super. En dan kan ik alleen maar rondleidingen geven en mensen wijzen op natuur en leuke dingen. Dat tot mijn pensioen dan. Dat lijkt mij fantastisch. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan denk ik van ja, als je dit allemaal zo hoort. Dan moet 2030 een Breda stad in een park zijn, denk ik. Dat de ultieme wens is wel ook echt een stad in een park. En naast de diersoorten hebben we ook de mens als doelsoort genomen in ons biodiversiteitsbeleid. Omdat ook die relatie met gezondheid er is. We weten ook dat we aan de gezondheidskant steeds meer op de preventie moeten gaan zitten, omdat we het anders niet meer kunnen betalen. Dus ik denk dat uiteindelijk wel de kader is, die het schip gaat keren. En dat we dus inderdaad, al die mooie woorden van mijn collega's voor mij, dat die daardoor ook wel echt dichterbij bij gaan komen. En dat zou wel mijn droom zijn, zeg maar. De droom is dat mijn collega's allemaal gelijk krijgen. Nou, dat help ik ook. Dat zou ook mijn droom zijn, overigens. ik denk dat we eigenlijk in een heel kort tijdsbestek van helemaal begin naar de verre toekomst, naar de wensdromen zijn gegaan. Ik wil jullie eigenlijk gewoon ontzettend hartelijk bedanken voor al jullie werk binnen dit project en buiten dit project om onze stedelijke omgeving, onze stenige omgeving, een stuk minder stenig te maken. Zodat, ik ben een vleermuismens, zodat de vleermuizen ook een mooie plek hebben. Nogmaals hartelijk dank. Dankjewel. Dankjewel, de stadsecologen, dames en heren, en onder leiding van Marcel Schillemans. Dankjewel, ook applaus voor onze gespreksleider. Een van de mensen die ook aan de basis hebben gestaan van het hele van het project van de afgelopen jaren. En wat nu natuurlijk nog gewoon doorgaat.
Ja, en nu komt, we hebben het over de toekomst gehad, over ultieme wensdromen. Dus we hebben al een beetje in de toekomst gekeken. En dat gaan we nu nog even blijven doen met de andere man die aan de basis heeft gestaan van natuur inclusief bouw van het hele project. Ja, project. Heeft hem zojuist het hele proces, hoeveel moet je dat noemen? Projecten. Ja, die we gedaan hebben. Projecten. Ja. En dat gaat nu, zojuist was het een beetje naar het verleden en de stand van zaken. Ja. Ik zie verder natuur inclusieve toekomst. Stefan Vreugdeel. Ja, dat klinkt alsof ik een fantastisch plaatje van kijk, zo wordt Nederland straks. Ik geloof nooit in al die trendwatches die al 100 jaar voorspellen hoe alles totaal verandert. Terwijl je dan terugkijkt, ja, het is wel wat veranderd, maar het is wel subtiel, zeg maar. Hier staat nog Timo Roeken. Eigenlijk zo Timo, mijn collega hier staan. Die kan helaas door privéomstandigheden hier niet zijn. Wordt voor mij dus ook een beetje improviseren, alhoewel ik precies wel weet wat hij wil vertellen, hoor. We werken veel samen. Ik zal vooral even dingen laten zien van wat wij zien wat er nu gebeurt, ook qua beleid en waar we ook mee bezig zijn om dat zelfs wat bij te sturen waar dat mogelijk is. Here we go. Kijk, de stedenbouw zal niet meer verbazen, er worden nog heel veel woningen zijn er nodig, dus het stedelijk gebied wordt ook alleen maar groter. Het belang van stedelijk gebied voor natuur, voor heel veel soorten, wordt ook groter. We weten niet hoe het gaat met alle stikstofplannen nu zijn en de landbouwtransitie gaat ook heel lang de hele tijd duren, maar er zijn ook veel soorten landelijk gebied die juist meer afhankelijk worden van de steden. Dus dat belang blijft natuurlijk gewoon heel erg. Het zou natuurlijk super mooi zijn, en we hebben ook voorbeelden gezien waar het ook gebeurt, dat hele gebouwde omgeving en de natuurlijke omgeving veel meer wordt verweven. Dat werd net ook door de stadsecologen aangegeven. Maar dat moet je wel vanaf de basis doen. Je moet wel echt bij de start van projecten meenemen. En wat ik eerder vandaag ook zei, als je terugkijkt hoe wij een aantal jaar geleden met die nestkastje onder onze arm begonnen. Dat was een hele mooie binnenkomen, maar het is ook veel meer. Het moet echt veel integraler worden meegenomen. Vervolgens kun je heel eind komen met de standaardvoorzieningen. Voor vleermuizen ook deels, maar daar zijn echt wel wat wensen nog voor de verdere ontwikkeling. Maar ook natuurlijk het hele groen eromheen. En waar wij als vogelbescherming de laatste jaren veel mee bezig zijn. En de term vinden sommige mensen nog lastig, maar de basiskwaliteit natuur. Weet je moet ook onze algemene soorten algemeen houden of krijgen zelfs, want vaak zijn ze dat niet eens meer. Dat geldt het landelijk gebied, geldt ook in de steden. Het is natuurlijk al 18 jaar geleden de huismus op de rode lijst kwam. Maar liet ook al zien van ja, jongens, het gaat gewoon op allerlei vlakken niet goed met die hele algemene soorten. En de basis is nu absoluut niet op orde, dus die lat moet veel hoger liggen, ook in nieuwe ontwikkelingen. Maar ook natuurlijk bij renovaties van wijken. Of bestaande wijken veel groener maken, niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook natuurlijk als, om hittestress tegen te gaan. Hè. Ronald liet het ook zien, bomen. Weet je, dat, we hebben het natuurlijk vaak over nieuwbouwlocaties en dat is ook super tof hoe groen die worden. Maar heel veel bestaande wijken, daar kun je natuurlijk ook enorme winst nog halen. Dus dat waar wij aan werken met die basiskwaliteit natuur. Wat beleidsmatig heel goed landt, maar nu vraagt iedereen, oké, top, wat moeten we doen dan? Nou, dat wordt de volgende stap, hè, Marianne. Marianne Klok zit daar, mijn collega, die werkt hier ook aan. Daar kun je nog veel meer van horen als het aan ons ligt. Weet je, hier zitten we natuurlijk bij elkaar met allerlei mensen die al van, nou, die het gewoon intrinsiek al gemotiveerd zijn. Hè. Synchroon, goede voorbeelden, die zijn zelf, hebben besloten, wij willen hier gewoon mee verder gaan. Allerlei bedrijven die producten ontwikkelen, Vivara, concept als de nieuwe waarde. Niet iedereen is al zover. Wat wij ook heel graag willen, is dat gewoon veel meer normen komen om dit gewoon standaard te gaan doen. En zo heeft een tijdje geleden onze directeur met mensen van NO Green Label, De Wur en Ballas Nedam Development aan tafel zitten bij Hugo de Jonge, zijn naam werd al genoemd. We kunnen niet veel meer dat soort dingen toch gewoon normen voor gaan opleggen, ook als straks het bouwbesluit verdwijnt en het BBL komt, besluit bouwwerken, leefomgeving, kun je daar niet veel meer normen voor gaan maken dat het gewoon standaard verplicht wordt. En dat is niet alleen iets wat wij vragen, maar de hele sector vraagt dat mee. En dat helpt natuurlijk enorm. Voor sommige dingen voor groen, hè, de 30-300 regel kwam al langs. Er zijn allerlei ideeën. Dat vinden ze best ingewikkeld om voor groen in een omgeving echt nu al normen te gaan bedenken. We zijn er wel over in gesprek, maar dat is best lastig. Waar ze wel al heel ver, of eigenlijk heel ver in mee al gaan, is alvast voor nieuwbouw voorzieningen, zoals wij waarmee begonnen, met vervolgens vleermuizen, met name in gebouwen, om dat standaard te gaan opnemen als verplichting binnen nog niet al te lange termijn. Dus het ziet er echt heel goed uit. Tussen,
als je het met ons eens bent dat het belangrijk is, dat gaat echt de goede kant op. Dus het lijkt ons voor de nieuwbouw dat dat eraan komt. Voor renovatie is dat weer een volgende stap. En voor het groen is dat ook nogal ingewikkeld, maar er wordt dus aan gewerkt. En naar de omgevingswet, ik heb er persoonlijk nooit zo in geloofd. Als je 26 wetten gaat samenvoegen, dat je denkt dat het daar makkelijker door wordt. Ik ben er erg sceptisch over, maar in deze zin is het wel mooi dat dus juist wel de bouwkant en de leefomgeving als het goed is veel dichter bij elkaar komt en dat je dat integraler kunt oppakken. Als dat gaat lukken, als die wet er ooit komt, dan zou wel super, super mooi zijn. Er zou heel veel gemeenten ook tools om handen geven om het wel veel meer uit te gaan vragen. Waar Harper Tromp net ook naar vroeg, vanuit de Rijksgebouwendienst, maar gemeenten worstelen er vaak ook mee. Hoe kun je meer vragen dan wat bouwbesluit nu eist? Via omgevingswet en omgevingsvisies zou dat wel moeten kunnen. Dus dat zijn wel ontwikkelingen die de goede kant op gaan en veel integraler zouden moeten maken. Wat ik eigenlijk nog even wil toevoegen is dat wij ook, we hebben deze projecten nu gedaan en wij zijn niet per se een projectenmachine. Zeker als vogelbescherming, wij leven niet van projecten, maar we voeren projecten uit omdat het die samenwerkingen vaak tot stand brengt en je te veel praktische dingen kunt maken. Waar we nu mee bezig zijn is samen met Vlaamse partners en naast Brabant ook Limburg en Zeeland mee te laten doen. Een soort vervolgproject eigenlijk rondom natuurinclusief bouwen op te starten. En wat deels gaat over, oké, we hebben heel veel maatregelen genomen de afgelopen jaren. Wat levert dat nu eigenlijk op in ecologische zin? Maar ook, hoe komen we nou technisch verder? Gaat de TU Eindhoven gaat daar dan als goed berekeningen in doen? En we willen ook vooral de kleine en middelgrote gemeenten helpen om allerlei beleid zoals, we hebben hier een aantal stadsecologen aan tafel gehad, maar lang niet alle gemeenten hebben stadsecologen. Dus dat die ook aan de slag kunnen met dit soort beleid. Dat we daar allerlei goede voorbeelden combineren en dat iedereen uit kan halen wat zij kunnen doen. Dus gemeenten als Weert gaan meedoen, Goes, Terneuzen, nou, die zijn echt zoekende in. En wij denken dat als we hun daarmee kunnen helpen, dat we alle andere gemeenten ook hier in provincie Brabant en de rest van het land ook mee verder kunnen helpen. Dus dat zien we als een soort vervolgje op. En dat gaat eigenlijk dus meer over beleid uiteindelijk. Echt standaard maken van deze beweging. Ja, dit is meer een soort samenvattend plaatje hoe Timo dat had opgeschreven. Je stad en natuur laten vergroeien, dat werd net ook al genoemd. Optimaal gebruik van oppervlakte, hè, dus vooral combineren van alle opgaven. Klimaatadaptatie, het is een paar keer langsgekomen. Gezondheid, biodiversiteit. Wij hopen natuurlijk op veel meer zanggeluid in het voorjaar. Hè, dat het niet steeds stiller wordt, maar dat het dat echt dat geeft echt wel meerwaarde aan je eigen omgeving. En dat daarmee de bouw dus uiteindelijk niet wordt gezien als een bedreiging. Hè, want veel van mijn collega's die niet in het stedelijk gebied werken, ja, de steden rukken op, is een bedreiging. Ze nemen een kans. Het is ook een beetje allebei waar, ligt eraan waar je het over hebt. Maar je wilt heel graag dat de bouw gewoon echt een katalysator is om de natuurwaarde te laten toenemen. En ik denk serieus, als je echt terugkijkt, mijn oud-collega is nu net weg, die er ook was. Toen die 10, 15 jaar geleden bij projectontwikkelaars probeerde binnen te komen, die hadden geen idee waar het over had. Het is echt veranderd. We hebben echt het momentum mee. Zie je wel, minister Hugo de Jonge echt serieus bereid om te kijken naar verplichting van nestvoorziening in gebouwen. Nou, ik had nooit durven dromen een aantal jaar geleden zover kwamen. We komen echt stappen verder. En dat is echt supermooi om te zien. En dan helpen al de goede voorbeelden van jullie die we hebben gezien, helpen daar natuurlijk enorm bij. En toen was hij zwart. Oké, dankjewel weer. Dankjewel. Voor deze positieve afsluiting, toch? Een positieve afsluiting van een heel positieve middag. Of bijna afsluiting trouwens, bijna. En nog niet helemaal. Maar dankjewel in ieder geval. We zijn er nog niet helemaal. We gaan straks na afloop van deze bijeenkomst hier gaan we nog rondlopen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier in de omgeving rond te lopen, om hier door de lokhal rond te lopen, om wat meer bij de expositieruimte rond te gaan kijken. Dat komt zo meteen. Maar om die dromen waar het zojuist over ging te verwezenlijken, om in de toekomst die positieve vibes en het momentum om daar optimaal gebruik van te maken, is ook de inzet van vrijwilligers essentieel. En daarover wil ik graag hier tot slot nog het woord geven aan de senior projectmedewerker van de zoogdiervereniging, Vita Hommersen. Dankjewel.
Ja, ik ben Vita Ommers van de Zoogdiervereniging en ik wil heel graag van dit moment gebruik maken om een bijzondere groep mensen in het zonnetje te zetten die heel veel voor het B5-project betekend hebben. En dat zijn de vrijwilligers. Nou, waar hebben vrijwilligers al bij geholpen? Bij gesprekken met projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten over natuur inclusief bouwen om een kennis bij te brengen. Sommige vrijwilligers zijn ter plekke naar projectlocaties gereisd om daar de laatste tips mee te geven aan de aannemer als voorzieningen werden ingebouwd. Vrijwilligers hebben geholpen met de monitoring, wat een hele belangrijke is, met kerkzoldertellingen, met het vastleggen van alle plekken waar voorzieningen zijn gerealiseerd. Dat is een hele klus, weten ook Merel en Marta alles van. En dan ben ik vast nog dingen vergeten, want ik weet nog in het eerste jaar met Marcel en Stefan dat we informatiebijeenkomsten hielden in alle steden. En dat er toch best wel veel mensen op afkwamen die interesse toonden. We hebben excursies gehad in alle steden jaarlijks. Dus al met al zijn er heel veel mensen betrokken geweest. En vrijwilligers hebben ook wel de nodige beproevingen doorstaan, dus daarin neem ik je graag eventjes mee. Eentje daarvan is vroeg opstaan, want zeker voor de vleermuismonitoring ging vleermuisonderzoeker Ronald van Os, die ging lekker vroeg op pad. Ruim 2 uur voor zonsopkomst en de locaties af om te kijken of er vleermuizen die nachtactieve dieren zijn of... of die al invlogen en de nieuwe plekjes al ontdekt hebben. Dus niet elke keer gingen er vrijwilligers mee, maar over de jaren heen zijn er toch echt wel de nodige mensen meegegaan. Dus chapeau. Na een gebouw turen zonder dat er iets gebeurt, want het kan echt wel een tijdje duren voordat nieuwe plekjes ontdekt worden. Dus... er is ook best wel wat geduld voor nodig en soms regelmatig sta je naar een gebouw te kijken terwijl er niks gebeurt. Het levert wel toch belangrijke informatie op. En zonder de concentratie te verliezen, want een vleermuis of een gierzwaluw of een vleermuis is ook zo uitgevlogen. Hoogtevrees overwinnen. Er zijn vrijwilligers mee geweest met kerkzoldertellingen. Om te kijken of er op die kerkzolder sporen van vleermuizen waren. Of dat er vleermuizen verbleven. Of dat die kerkzolders geschikt gemaakt konden worden. Of geschikter voor vleermuizen of eventueel vogels. Nou ja, soms moet je dan door een krappe ruimte kruipen. Of een smal hoog trappetje op. Dus hoogtevrees overwinnen was ook wel een... overwinning. Papierwerk. Bij alle monitoring dat moet ook geregistreerd worden. Dus vrijwilligers hebben steeds registratieformulieren ingevuld om de resultaten te delen. Speuren naar uitwerpselen. Dat is misschien ook niet een bezigheid die iedereen hier dagelijks doet. Maar vrijwilligers die zich met de monitoring bezighielden, die hebben ook op... sporen gelet, bijvoorbeeld nestmateriaal van vogels of vogelpoep. Dat geeft toch een aanwijzing of een plekje al ontdekt is. En hetzelfde is vleermuiskeutels die je hier ziet. Maar het leverde ook wat op. Namelijk gezelligheid. Dat is ook een belangrijke. Kijk, soms gaan mensen alleen op pad, maar... vaak ook samen en mensen hebben elkaar leren kennen en gevonden in dit werk. Het leverde ook heel veel leuke momenten op. Nieuwe ontdekkingen en kennis van de stad. Ja, hier zie je vrijwilligers in actie in de B5-steden. Bezette neststenen, want die zijn ook zeker gevonden. Hier zie je huismussen, een foto van Frans Heijnen en Ella Haven, 2 vrijwilligers. Belangrijke resultaten, de monitoringsresultaten, waar we met z'n allen op verder kunnen bouwen. En met die kennis kunnen we aan de slag om nog meer te doen voor vogels en vleermuizen in de B5-steden en zeker ook daarbuiten. We hebben vandaag weer heel veel mooie inspiratie kunnen opdoen.
En verder te werken aan een natuurinclusieve toekomst. Want we hebben al heel veel tools en er gebeurt ook al heel veel. Maar er is zeker nog veel werk aan de winkel. En ik wil vooral dit moment benutten om iedereen die zich in kleine of hele grote mate vrijwillig heeft ingezet, om die echt heel hartelijk te bedanken. En dat zeg ik namens Zoogdiervereniging, Vogelbescherming, de B5-gemeentes en de provincie Noord-Brabant. Nou, bij jullie zijn vogels en vleermuizen echt in goede handen. En ik hoop dat jullie ook in de komende jaren dit werk blijven omarmen. Net als dat jullie de afgelopen jaren zo fantastisch gedaan hebben. Dus ik wil eigenlijk jullie vragen om een heel groot applaus te geven voor de vrijwilligers. Dankjewel. Dankjewel. En een applaus voor Vita zelf natuurlijk. Jawel, jawel. Ja, wat kan ik er nog aan toevoegen? Je hebt het al gehad over een inspirerende bijeenkomst en alle hulp die daarbij nodig blijft en die je al gehad hebt en die in de toekomst nog vol nodig blijft. Ik wil alle sprekers in ieder geval bedanken voor hun bijdrage vandaag. Ik wil Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging danken voor de organisatie van deze hele dag. Ik wil de Lokhal ook bedanken voor de gastvrijheid hier in Tilburg vandaag. En ik wil jullie wijzen op het feit dat we nu nog, want het is nog niet afgelopen, het is een lange middag, maar het blijft leuk, want we gaan zo meteen op pad. En er zijn verschillende mogelijkheden. Want we kunnen door de spoorzone hier lopen. Als het goed is, hebben jullie al aangemeld en weten jullie al ongeveer wat jullie nu gaan doen. Over een paar minuten, een minuut of 10 of zo, dan vertrekken we daar voor wandelingen in de spoorzone. Dus onder leiding van of Misha Celissen of Rob Verijken, die steekt daar zijn hand omhoog. Die nemen jullie mee door de spoorzone om te kijken wat er allemaal te zien is. Heel mooie omgeving, mooi verhaal. Je kunt ook gewoon hier blijven en een rondleiding krijgen in de Lokhal hier. Want je hebt maar een klein stukje gezien. Is nog veel meer te zien. Ik weet niet wie die rondleiding gaat doen. Niemand steekt nu nog een hand op. Maar verzamel je vooral hier. En dan zoeken wij dan wel de juiste. Desnoods trekken we gewoon een abonnementhouder van de bibliotheek en dan die jullie rondleidt. Maar dat gaat helemaal goed komen. En dan kan natuurlijk ook hier, je kunt ook gewoon hier verder rondkijken naar de tentoonstelling rond de stadsnatuur. Dat begint over een minuut of 10. Daarna komen we gewoon hier weer terug en dan borrelen we tot, hoe werkt dat meestal hier in Tilburg? Tot een uur of 3, 4 vannacht, denk ik, kunnen we hier wel terecht. Wat zeg je? Dan pak je de eerste trein. Kijk, zo mag ik het horen. That's the spirit. Oké, veel plezier zo meteen bij alle wandelingen en rondleidingen. En graag tot zo meteen bij de borrel. Joep. Ja, even voor de mensen thuis nog. Want terwijl hier allemaal mensen al rond gaan lopen voor de allerlei rondleidingen en toestanden. Wil ik jullie graag bedanken thuis voor, want dit is het einde van de livestream. Ja, je mag meedoen met de borrel nog. Dan moet je gewoon even naar de koelkast lopen en iets, weet ik veel, haal er iets uit. Een frisje of een biertje of een trek een fles wijn open. Je mag rustig meedoen met de borrel, maar eigenlijk houdt hier de livestream op. Leuk dat jullie er met een kleine 50.000 mensen bij waren. En dan hoop ik jullie een beetje. Het is iets minder, begrijp ik. 45.000, maar voor minder doe ik het niet. Dankjewel en wie weet, tot ziens. Succes. Dag, dankjewel.